Goedemiddag, dames en heren. Hartelijk welkom bij dit webinar over beekdalfenen. Ondertussen was het gesprek al gestart, maar nu nog over lunchen. We gaan het vanmiddag toch vooral hebben over beekdalfenen. En dat doen we in een lang programma tot 4:15, waarin u heel veel inhoud voorgeschoteld gaat krijgen. En dat is ook niet voor niks, want het is gebaseerd op 10 jaar onderzoek. En dat gaan we straks uitputtend doornemen met een aantal goede sprekers met presentaties. Er is ook ruimte voor u om mee te doen en over enkele stellingen in discussie te gaan in kleine breakout rooms. We brengen die stellingen later nog in beeld. En er is tussentijds ruimte voor vragen en voor aan het einde ook voor discussie. En voordat ik daarmee even doorga, ik zal eerst even mezelf introduceren. Mijn naam is Rob Janmaat. Ik ben van Communicatiebureau De Links. We zijn gevraagd om het webinar te begeleiden. En op het laatste moment ben ik ingesprongen voor Vera Dalm, die het eigenlijk zou leiden. Maar dat pakte net niet goed, ging net niet goed met het tijdschema. Dus daarom heb ik het nu overgenomen. En dat doe ik met veel plezier, want het thema is ook voor mij redelijk bekend. Ooit afgestudeerd in de Hoogvenen, maar nu verder gegaan met het communicatiebureau. Dus wat dat betreft voel ik me hier zeker thuis. Ik wil u graag nog even met een paar technische punten doornemen. Het is prettig als u allemaal de microfoon uitlaat, zowel mogelijk tenzij u wordt gevraagd om te spreken en tenzij u zegt van nou, ik wil heel graag een vraag stellen, maar dat bij een hoge uitzondering. Dus bij voorkeur uit, want ook al denkt u dat u heel rustig zit, komt altijd net iemand binnen met een hele rare vraag. Dat wil ik u niet aandoen of u nog erger, u zit te lunchen, begreep ik. De lunchgeluiden kunnen we ook beter even achterwege laten. Het is daarentegen wel prettig als u uw camera aanzet, want dan zien we ook dat we tegen mensen praten in plaats van tegen zwarte vlakjes. En bovendien is het ook leuk voor u om te kijken wie er allemaal aanwezig zijn. Dan kunt u nog eens door de schermen heen bladeren. U kunt dat doen met de pijl aan de rechterzijde. Kunt u door naar het volgende scherm van wie er nog meer aanwezig zijn. Dus het is altijd leuk om te zien wie er zit in plaats van ook de zwarte schermen. Als u dat voldoende heeft gezien en u wilt vooral de spreker in beeld, dan kunt u dat doen met de knop rechtsboven. Daar kunt u kiezen tussen gallery view en speaker view. En het woord zegt het al, gallery ziet u iedereen, maar bij speaker view ziet u alleen de spreker. En tenslotte nog de oproep, maak ook gebruik van de chatfunctie. Die zit onderin het scherm in de balk. Daar staat chat en daar kunt u, ik roep u vooral op om daar ook vragen die u heeft, om die daarin te plaatsen. Maar u kunt ook opmerkingen plaatsen, u kunt ook discussies starten daar. Ik heb al sessies meegemaakt waarin het gesprek in de chat bijna nog amusanter was dan het gesproken woord. Dus ik zou zeggen, houd u niet in en ga los. Maak daar vooral gebruik van. Wij maken er ook gebruik van, omdat we dan de vragen die u daarin stelt, die u ook voor de sprekers heeft, proberen we op te pakken na elke presentatie. Dus daar proberen we goed gebruik van te maken. Dus maak daar vooral goed gebruik van. Dat is denk ik voldoende voor de techniek op dit moment. En dan kan ik naar rechts kijken. Naast mij zit Rob van Dongen. Is voorzitter van het deskundige team Beekdallandschappen, werkzaam bij Staatsbosbeheer. En Rob gaat de aftrap verzorgen. Rob, kan ik jou het woord geven? Ja, dankjewel. Goed, van harte welkom allemaal bij dit webinar. Wij hadden elkaar natuurlijk liever fysiek getroffen. Maar goed, we weten allemaal waarom dat niet mogelijk is. Het grote voordeel is dat we nu met veel meer mensen in deze digitale ruimte samen kunnen zijn dan dat we dat fysiek hadden gekund. En ik vind het heel erg leuk dat ik tussen al die schermpjes waar ik tegenaan zit te kijken bekende en onbekende mensen zie. We gaan het vandaag hebben over het herstel en beheer van beekdalfenen. De titel van ons symposium is Biodiversiteit of CO2-fabriek. Maar eerst wil ik kort wat vertellen over wat het OBN-deskundige team zoal doet. Een ander pijltje, denk ik. Nou, wat doen wij als OBN-deskundige team? Wij zijn één van de acht OBN-deskundige teams die actief is.
En in dat team zitten mensen vanuit de driehoek beleid, beheer en onderzoek. Nou, we hebben circa 15 leden. Dat wisselt nogal gedurende de jaren. En wij bestaan sinds 2006. En wij zijn eigenlijk de opvolger van het toenmalig deskundige team Natte Schraalgraslanden. Nou, ons werkgebied bestaat eigenlijk uit alle beekdalen en beken in Nederland. Met uitzondering van het heuvellandschap. Want dat heeft een eigen deskundige team binnen het OBN. Nou, wat doen wij? We initiëren onderzoek en monitoring, vaak praktijk en vraag gestuurd. We geleiden onderzoeken en we geven op aanvraag ook advies. Nou, daarnaast doen we ook aan kennisdeling, zoals vandaag. Want ja, onderzoek is natuurlijk niks waard als het uiteindelijk niet in de praktijk wordt gebracht. Nou, het herstel van het beekdallandschap, wij houden ons echt bezig met herstellen op landschapsschaal. Dus dat gaat maar om maatregelen in het stroomgebied. Dat gaat om herstel van grond- en oppervlaktewaterregimes en herstel van waterkwaliteit. En dat doen we vanuit kennisvragen. Die kennisvragen die komen voort uit het pre-advies wat we in 2009 hebben geschreven. Wat naast de kennisoverzicht ook een overzicht gaf van de toenmalige kennisvragen. Daar zijn we eigenlijk een jaar of 10 geleden mee aan de slag gegaan. Nou, daarnaast maken we nog gebruik van de overkoepelende OBN-kennisagenda. En enkele weken geleden is er ook het ecologisch assessment verschenen voor alle OBN-landschappen. En daarin staan eigenlijk de uitdagingen voor de toekomst. Dus kijk dat vooral nog een keer door. Nou, waar we de afgelopen 10 jaar onderzoek naar gedaan, komt in samengevatte vorm ook terug vanmiddag. We hebben een aantal onderzoeken gedaan naar beekdalvenen, zowel naar hydrologie als naar beheer. We zijn bezig geweest met herstel van bestaande broekbossen, nieuwe broekbossen kunt ontwikkelen op voormalige landbouwgronden. We hebben gekeken naar herstel van diffuse afvoersystemen, die grotendeels verdwenen zijn in Nederland, en hoe je de afvoerdynamiek in beken kan dempen. En daarnaast hebben we nog onderzoek lopen naar vermesting van grondwater, naar de effecten van slip op waterplantenvegetatie. En we zijn ook nog bezig in samenwerking met de STOA naar de effecten van kleinschalige herstelmaatregelen in beken. Denk daarbij aan zandsuppletie, doodhout, maar ook andere vormen van maaibeheer. Nou, wij doen dus ook wat aan monitoring. Dat is vooral herhalingsmonitoring van eerder uitgevoerde onderzoeken. Dat hebben we ook in de afgelopen jaren gedaan, hè, om inzicht te krijgen in de lange termijn effecten van maatregelen. Nou, een aantal dingen die we hebben gedaan is bijvoorbeeld kijken naar van als je nou heel lang niet maait in trilveenvegetaties, van wat doet dat dan? Dat hebben we gedaan in Drentse A. We hebben een herhalingsmonitoring uitgevoerd van bevloeiing van broekbossen op het lang heet. En we zijn nu bezig om ook te kijken naar lange termijn effecten van effectgerichte maatregelen in natte schraalgraslanden, die inmiddels alweer een jaar of 25 geleden zijn uitgevoerd. Nou, kennisdelen, zei ik ook al, hè, dat doen we natuurlijk vandaag, hè, maar daarnaast houden we ook regelmatig veldwerkplaatsen waarin beheerders en onderzoekers elkaar ontmoeten om kennis te delen. We schrijven artikelen in vakbladen, maar ook een aantal wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in de afgelopen jaren. Symposia zoals vandaag en ook brochures. En al het werk wat wij doen verschijnt ook op de website van het OBN. Dus kijk daar vooral na vanmiddag ook nog even terug, zodat jullie alle onderliggende rapporten nog tot jullie kunnen nemen, mocht dat nog niet gebeurd zijn. Nou, ik zei het al straks, hè, we geven ook advies op aanvraag. Dat doen we voor inrichting- en beheeradviezen voor gebieden. Je ziet een klein rijtje staan van gebieden waar wij in de afgelopen jaren bij betrokken zijn geweest. En we krijgen ook steeds meer beleidsmatige vragen. Het gaat bijvoorbeeld over nieuw bos in beekdalen. Dus dat zijn ook dingen waar we steeds meer mee bezig zijn. Nou, wat gaan we vanmiddag doen? Wij hadden oorspronkelijk de gedachte dat we een hele dag een symposium kunnen houden. Nou, dat is digitaal niet zo verstandig om dat te doen. Dus we gaan in de middag in vogelvlucht door het onderzoek van de afgelopen 10 jaar heen. We beginnen straks met een verhaal over de landschapshydrologie en veranderingen daarin.
op Laagland Beekdal systeem. En dat gaat Camille Achenbach zometeen voor ons doen. Daarna komt Jan-Willem Emsens met een verhaal over vernatting en verdroging en effect op biochemie in Beekdal systemen. Daarna gaan we een korte pauze houden en hebben we een verhaal over herstel van broekbossen en de rol van slib. Gevolgd door een verhaal over de introductie van kleine fauna en functioneel herstel van beken. Nou, dan gaan we nog een stukje discussie inlasten. En na de tweede pauze hebben we een samenvattend en overkoepelend verhaal over het integraal natuurherstel van beekdalen en beken. We sluiten af met een korte vragenronde en een stukje discussie. En dan hopen we rond 4:15 jullie met een hele hoop nieuwe kennis weer naar huis te sturen. Heel mooi, Rob, dankjewel voor deze introductie. Een mooi beeld van waar het deskundige team zich mee bezighoudt. En dat is heel veel, hebben we nu gehoord. En dat betekent dat we ook door kunnen gaan naar de inhoud van dit programma over de Beekdalvenen. Beginnen we met een presentatie van Camille Achenbach. Hij is onderzoeker bij een adviseur bij KWR, het Water Research Institute. Hij is zich veel bezig met het herstel en ecologisch functioneren van wetlands. En ik zag je naam ook staan bij de Universiteit van Antwerpen. Die komt vaker terug, de Universiteit van Antwerpen, geloof ik, vandaag. Camille, we hadden net contact. Kun je even je microfoon aanzetten en laten blijken dat je er bent? Ja, ik ben er. Dat is heel mooi. Dan geef ik jou graag gelegenheid om dieper in te gaan op de landschapshydrologie en de veranderingen daarin op Laagland Beekdalsystemen. Je hebt de presentatie al voorstaan, heel goed, dus dat werkt allemaal naar tevredenheid. Ga je gang. Ja, dankjewel. Ja, mijn verhaal zal gaan over de hydrologie van Beekdalen, hoe dat veranderd is. En vooral ook hoe je die hydrologie weer kan herstellen om veenvormende systemen in beekdalen te ontwikkelen. Voordat ik mijn verhaal ga afsteken over hoe hydrologie veranderd is en hoe je dat kan herstellen, is denk ik eerst even goed om stil te staan bij wat beekdalen nu zijn. Want beekdalen in het laagland die vertonen al een hele grote variatie. En de overeenkomende kenmerken is dat het geulen of geschakelde laagten in landschappen met hoogteverschillen zijn. En dat die geulen en laagten het water uit het landschap afvoeren. En die afvoer die kan ofwel plaatsvinden via een beek, maar dat kan ook meer diffuus plaatsvinden door afstroming van water over maaiveld in perioden met inundatie. En het is ook belangrijk om te beseffen dat in het verleden in beekdalen heel veel diffuse afvoersystemen hebben bestaan. En niet alleen maar de goot aanwezig was, wat we nu een beek noemen. Ander belangrijk kenmerk van beekdalen is dat ze het landschap draineren. Dus de natuurlijke drainage van het landschap. En dat betekent dat beekdalen ontvangen kwel. En die grondwatertoestroming is een hele belangrijke component in de waterbalans van beekdalen. En die heeft ook grote invloed op de chemie en uiteindelijk de natuurtype die we daar aantreffen. En zo is bijvoorbeeld de toestroming van grondwater heel belangrijk voor de buffering van bazenrijke condities. Beekdalen zijn ook vaak heel nat, en zeker in hun oorspronkelijke toestand. En daardoor hebben beekdalen in het verleden vaak veenvorming gehad en herbergden ze belangrijke veenvormende systemen die Nederland kende, waar je kan denken aan doorstroomvenen, kwelvenen en hellingvenen. Nou, door de positie van beekdalen in het landschap hebben ze een hele sterke verbinding met met het omliggende landschap. En dat is met oppervlaktewater. Ze ontvangen voeding uit het bovenstroomse stroomgebied. En ook via grondwater, via infiltratie in hoger gelegen gebieden ontvangen ze het grondwater. En daarmee zijn beekdalen ook kwetsbaar. Nou, waar vinden we beekdalen? Nou, ons symposium gaat over laagland beekdalen. Nou, die vinden we dan juist weer in de wat hogere delen van Nederland, waar hoogteverschillen in het landschap
aanwezig zijn. Dus dan denk je aan de zandlandschappen, stuwwallen en het heuvelland. Kijk op de kaart links, die zeg maar de verspreiding van veen rond het jaar 1000 voor Christus weergeeft. Dan zie je in de hogere zandgebieden geulvormige laagtes liggen die zijn opgevuld met veen. Dat zijn de grotere beekdalsystemen waar gedurende duizenden jaren zich veen kon vormen. Ga je op kleinere schaal kijken, zoals het plaatje rechts weergeeft, het geeft de situatie in Saarland en Twente weer, dan zie je dat op een fijnere schaal nog veel meer beekdalachtige milieus zijn te onderscheiden. De donkere lijnen geven geulvormige laagtes aan in het landschap, die water afvoeren, waar vaak ook beken liggen. Maar je hebt ook de lichtblauwe laagtes, en dat zijn allemaal geschakelde laagtes in het dekzandlandschap, die achter elkaar lagen en ook beekdalachtige milieus en habitattypen bevatten. En ook belangrijk waren voor de afvoer van water in het landschap. Nou, zoals ik al zei, zijn beekdalen heel erg variabel, afhankelijk van hoogteverschillen in het landschap, afhankelijk van de geologie. Ook de mate waarin ze beïnvloed worden door grondwater en ook of dat grondwater uit grote of kleine systemen stroomt. Ook kun je beekdalen hebben met, maar ook zonder overstroming. Dus dat is ook een belangrijke component voor variatie. En daarnaast zit er ook veel verschil in bazenrijkdom van beekdalen. Je kan relatief zure beekdalen hebben, maar je kan ook beekdalen hebben die heel bazenrijk zijn. Nou, om die variatie te beschrijven, hebben we in het pre-advies beekdalen hebben we hydro-ecologische beekdaltypen onderscheiden en het plaatje geeft een voorbeeld van een beekdal wat in sterke mate door regionaal grondwater wordt beïnvloed, dus toestroming van grondwater uit een groot grondwatersysteem, en aan de rand van het beekdal vindt toestroming plaats uit een lokaal grondwatersysteem. En nou, die verschillende hydrologische voedingen die zijn ook sterk bepalend voor de gradiënten in vegetaties die in dat soort beekdalen kunnen voorkomen. Nou, een ander voorbeeld van variatie in beekdalen is de hoeveelheid grondwater die toestroomt. Daar zitten echt een enorme verschillen in. Links een voorbeeld uit de Drentse Aa. In een middenlooptraject waar sterke kwel optreedt uit een regionaal grondwatersysteem. En dan kun je kwelfluxen meten tot 10 mm per dag. En dit zijn echt gemeten fluxen en niet berekend. En je ziet ook dat de kwelfluxen het hoog zijn als je wat verder verwijderd van de beek zit. Ga je in een andere beekdal kijken, zoals het rechte plaatje weergeeft, wat een bovenloopsysteem is, waar nog grondwatergevoede habitattypen voorkomen. Als je dan kwelfluxen heel nauwkeurig gaat uitrekenen op basis van grondwaterstandsmetingen, dan kom je erachter dat op jaarbasis gemiddeld wegzijging optreedt. Maar desondanks zijn er wel perioden dat er toch een kleine kwelflux optreedt. En dat is net voldoende om in dat soort gebieden bazeminnende vegetaties in stand te houden. Maar de netto wegzijging in dit soort gebieden geeft wel aan dat ze erg gevoelig zijn voor hydrologische veranderingen. En eigenlijk de lage kwelflux in dit soort gebieden is ook een gevolg van de zware ontwatering in de omgeving. Nou, beekdalen zijn al heel vroeg beïnvloed door de mens, omdat ze aantrekkelijk waren. Er was water, er zat vis en je kon ze ook gaan gebruiken als hooiland. En vroeger waren beekdalen ook relatief nutriëntenrijke plekken in het nutriëntenarme zandlandschap. Nou, die invloed van de mens die in de vroege middeleeuwen begon, die heeft eigenlijk door toenemende ontwatering een einde gemaakt aan de veenvorming. Dat is omgeslagen in veenafbraak, dat nog steeds in hoog tempo doorgaat. En ook natuurlijke veenvormende vegetaties en moerassen die duizenden jaren zonder beheer konden
konden doen. Ook boomloze vegetaties, die zijn veranderd in hooiland. En nou, de mooiere hooilanden resteren dan nou in onze natuurreservaten. En daarbuiten is het zeg maar allemaal overgegaan naar intensieve landbouw. In de moderne tijd heeft de mens daar een flinke schep bovenop gedaan. Door zeg maar de ontwatering en afwatering sterk te intensiveren. Links een plaatje van Drentse A, wat aangeeft wat er in de intrekgebieden ontwaterd is. En het gaat hier om zware ontwatering tot 1,5 meter diepte onder maaiveld. En uit dit plaatje blijkt dus dat het overgrote deel van het intrekgebied is zwaar ontwaterd. En dat heeft hele grote gevolgen voor zeg maar de actuele waterhuishouding. En die hele waterhuishouding in Beekdalen is sterk gecontroleerd. We houden de overstroming uit of we gebruiken het bewust voor waterberging. Beken zijn sterk veranderd, verdiept, worden zwaar onderhouden. Dus we zitten eigenlijk met hele, heel sterk kunstmatige beekdalen. De hydrologische verbondenheid van beekdalen is in een landschap of in stroomgebieden die zwaar geëutrofieerd zijn, ook een enorme kwetsbaarheid. Dit plaatje geeft de stikstofbalans voor een willekeurige plek in het Beekdal. En die pijlen geven allerlei stoffluxen weer, die op basis van uitgevoerd onderzoek zijn bepaald. Dus die geven de ranges. Als je dan kijkt, wat zijn nou de grootste stikstoffluxen in Beekdalen, dan zijn dat overstroming en toevoer van grondwater. En niet misschien zoals je zou denken, atmosferische depositie, waar we nu ons heel erg druk maken om Nederland. Maar de grote toevoercomponenten zitten in overstroming en grondwater kan extreem grote hoeveelheden stikstof aanvoeren. En als je dit soort plaatjes maakt voor fosfaat en zwavel, dan geeft dat eenzelfde beeld. En dat betekent gewoon dat beekdalen enorme last hebben van toevoer van nutriënten en sulfaat. Nou, met herstel van beekdalen, dat begint bij hydrologisch herstel. Daarbij kun je denken aan het verondiepen van beken. Je kan denken aan het dempen van sloten. Zeg maar, het begint allemaal met het verminderen en of verwijderen van de ontwatering in het beekdal zelf. En in allerlei gebieden waar dat gedaan is, leidt dat dan ook tot ontwikkeling van moerasvegetaties. Die moerasvegetaties zijn waarschijnlijk anders dan we in het verleden hebben, maar het is wel zo dat het mogelijk is om op grotere schaal weer moeras tot ontwikkeling te krijgen in beekdalen. Nou, met herstel, hydrologisch van herstel van beekdalen, willen we ook weer veenvormende systemen tot ontwikkeling brengen. En de vraag is dan, lukt het om die hydrologie dusdanig te herstellen dat ook weer die veenvormende systemen kunnen ontstaan? Nou, dit plaatje geeft is een voorbeeld van een veenvormend doorstroomveen. Nou, en in zo'n veen, dat heeft zeg maar continue toevoer van grondwater, heel continu. Dat zorgt voor hele stabiele waterstanden aan maaiveld en de afvoer van het overtollige water vindt plaats in de toplaag van het veen, wat sterk doorlatend is en een hele natte periode over maaiveld. En vervolgens kan het via een beek of een diffuus afvoersysteem stroomafwaarts stromen. Nou, dat is zoals het vroeger kon zijn. En met een case study wil ik je laten zien wat kan ons de nabije toekomst gaan brengen als je aan vernatting in beekdalen gaat werken. Nou, de Gassense Diep is een middenloop in het in Drentse A-gebied. Er was van oorsprong een doorstroomveen met vermoedelijk ook een belangrijke overstromingscomponent. Nou, gedurende de 20e eeuw is dat enorm ontwaterd. Al die blauwe lijntjes op elkaar zijn sloten en dat waren sloten van 1,5 meter diep. Nou, door de lokale beheerder, Walter Winter, is dat allemaal heel goed gedempt. Gedurende een periode van 3 jaar en daarmee kon het gebied heel sterk vernatten. Die rode lijnen geven nog aanwezige sloten aan in het gebied. En dat zijn sloten die vanaf het plateau
drainagewater naar de beek afvoeren. En die sloten zijn in stand gehouden om te voorkomen dat eutroof landbouwwater over het veen heen zou gaan stromen. Nou, hoe is de vernatting daar verlopen? Hier is een lange pijlbuisreeks. De blauwe lijn geeft de ontwikkeling van de waterstand weer. En wat we zien is dat vanaf eind jaren 90 er een geleidelijke vernatting heeft plaatsgevonden. Parallel aan die vernatting vond ook een stijging van het maaiveld plaats. En die stijgingen die traden eigenlijk al op voordat de belangrijke maatregelen waren genomen. En die eerste vernatting dat hangt samen met het stoppen van onderhoud van slootbeheer, waardoor sloten dichtslibden. Die maaiveldstijging die wordt veroorzaakt door de vernatting zelf, maar die maaiveldstijging zelf gaat ook weer de vernatting versterken, omdat door maaiveldstijging worden de hoogteverschillen binnen het beekdal geringer, waardoor de lokale drainage in het beekdal steeds minder wordt en daarmee een zelfversterkend effect op gang is gekomen. Kijk je naar de stijghoogtes in de beekdal, dan is zichtbaar dat die ongeveer gelijk zijn geweest. Dat is de paarse lijn in de figuur. Het is interessant om verder te kijken naar die maaiveldstijging. Want je zou kunnen denken van, die maaiveldstijging, het is weer nat geworden. Er gaat weer veen groeien. Maar die maaiveldstijging die bedraagt 1 tot 2 centimeter per jaar. En dat is enorm veel. En veenvorming kan nooit zoveel maaiveldstijging veroorzaken. Een sterke maaiveldstijging door veenvorming is 1 mm per jaar. Wat we zien is dat die maaiveldstijging dat gaat getrapt met een seizoensmatige fluctuatie. En sterkste stijging treedt op in de zomer en in het najaar. En dat is het moment dat de temperatuurstijging in de bodem gaat doorwerken op de afbraak door micro-organismen en door die afbraak wordt gas gevormd en daardoor gaat de toplaag van het veen verder opdrijven. En elk jaar krijg je een zetje omhoog en daardoor treedt er een trendmatige stijging van het veen op. Nou, ga je ruimtelijk kijken van hoe ziet die waterhuishouding er nu uit? In het beekdal zie je nog behoorlijk grote verschillen in hoogte van maaiveld. Er is links in de figuur is er een soort van beekdalvlakte waar geringe hoogteverschillen aanwezig zijn. Maar bij de beek heb je een stijlverhang van het maaiveld naar de diepliggende beek. En die beek, daarvan is het waterpeil wel al ondieper gemaakt. Maar dat ligt nog steeds erg diep ten opzichte van de dalvlakte. Wat we zien in de vernatte situatie is dat de waterstand min of meer het maaiveld vormt. En het vlakke deel van het dal de waterstanden in en rond maaiveld zitten. En langs de beek enkele decimeters onder maaiveld. Verder zijn de stijghoogtes in de minerale ondergrond die zijn veel hoger dan de waterstand. Waardoor er in dit beekdal permanent veel kwel optreedt. En ik wil jullie even nader laten zien hoe die maaiveldhelling nu doorwerkt op het waterstandregime in het beekdal. Rechts het plaatje geeft het waterstand ten opzichte van maaiveld weer. En de groene en blauwe kleuren geven waterstanden dicht en boven maaiveld weer. En die treden juist op in het vlakke deel van het dal. Dus in het deel van het dal wat in het linker plaatje oranje is. En waar de maaiveldhelling geringer is dan 100ste meter per meter. Dat is dus voor ons vrijwel vlak. Maar als dat meer is, dan neemt de afvoer van water, de zijdelingse afvoer van water, neemt dan zo sterk toe dat je hoge stabiele waterstanden aan maaiveld niet meer kan handhaven. En het steile deel, bijvoorbeeld langs de beek, daar is het maaiveld te stijg. De stijl. Nou is het zo dat in het vlakke deel van het beekdal is die maaiveldhelling nu zo laag dat die overeenkomt met die van ongestoorde doorstroomvenen. Dus dat betekent dat we hier in een aanzienlijk deel van het dal al qua topografie heel dicht zitten tegen de topografie van een oorspronkelijk veen.
En dat is een positieve boodschap. Tijdens onze studie in het Gasterse Diep hadden we ook zeg maar, een ongeplande stresstest van het systeem. Omdat onze onderzoeksperiode ook de extreem droge zomer van 2018 omvatte. En we waren benieuwd van, kan het watersysteem dan ook nog waterstanden aan maaiveld handhaven? Nou, dat bleek helaas niet het geval te zijn. De paarse lijn geeft de waterstand in de droge zomer van 2018 weer. En het blijkt dat toen in het hele Beekdal, ja, zeg maar 2 tot 5, 6 decimeter de waterstand er onderuit zakte. Die uitzakking was op de eerste plaats een gevolg van een lagere kwelflux. Want in die droge periode daalden ook de stijghoogtes. En verder was in die periode het neerslagoverschot negatief. Daarnaast leidde die droge periode tot extra drainage door de beek. Die zeg maar altijd laag ligt. Maar in die droge zomer kwam het beekpeil nog lager te liggen. En dat heeft te maken dat in die droge periode ook de beek afvoer afneemt. En daardoor daalt ook het beekpeil. Nou, en die lagere beekpeil zorgt ook voor een groter verhang van het waterstandsvlak. Waardoor ook zeg maar de laterale afvoer toeneemt. Omdat dat waterstandsvlak sterker helpt. Dus daardoor zitten er ook allerlei versterkende effecten in die droogte. Op waterstandregime. Nou, als je kijkt naar de invloed op vegetatie van de vernatting. Vooraf aan de vernatting bestond de Beekdal grotendeels uit droge en vochtige soortenarme graslanden. Waar je met een auto doorheen kon rijden. En circa 12 jaar na vernatting is het een onbegaanbaar gebied geworden. Met veel trilveenvegetaties van holpijp en snavelzeggen. En ook met een enorme toename van dotterbloemhooilanden. Dus dat geeft aan dat je ongeveer in een decennia een enorme verandering kan te werk bestelligen in beekdalen en weer naar een beekdal gaat waar moerasvegetatie een belangrijke component wordt. Nou, resumerend, lukt herstel van waterhuishouding in beekdalen, ook in relatie tot veenvorming. Nou, wat we leren, onder andere van de case study in Drentse A, is dat het zeg maar, rigoureus dempen van sloten en het verondiepen van de beek heel goed werkt. En dat je zeg maar, op beekdalschaal sterke vernatting kan realiseren. Maar er zijn sterke bottlenecks. Eentje is dat vaak nog de beek diep ligt. Die is in het verleden verdiept. En sterke complete vernatting in beekdalen vergt ook het verondiepen of het dempen van beken. Daarnaast is er nog steeds sprake van veel ontwatering in het intrekgebied, die in combinatie met droge periodes nog steeds voor sterke droogte in beekdalen zorgt. En daarnaast hebben we in beekdalen te maken met veranderingen in maaiveld, waardoor ook meer hellend maaiveld is ontstaan. En dat kan ook een bottleneck vormen voor sterke vernatting. En betekent ook dat je heel voorzichtig moet zijn met het veranderen van de topografie in beekdalen. Je kan het ook in de verkeerde richting veranderen met herinrichting. Daarnaast hebben we een aantal grote onopgeloste knelpunten. Zoals de aanvoer van nutriënten via oppervlaktewater. Wat bij vernatting van beekdalen een steeds groter probleem wordt. Omdat dan meer inundatie gaat of overstroming gaat optreden. En daarnaast zitten we met de permanente aanvoer van nutriënten en sulfaat naar beekdalen. Wat nu en ook op een lange termijn een hele grote bedreiging vormt. En dat betekent dat voor de verdere toekomst we gewoon meer nodig hebben voor hydrologisch herstel van beekdalen. Waaronder bufferzones en allerlei mitigerende maatregelen op stroomgebied schaal. En ook uiteindelijk hervorming naar een duurzame landbouw. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Heel mooi, Camille. Dank je wel voor deze mooie introductie en verdieping met de casus Gasterense Diep. Informatief. Sowieso, ik heb ook gezien dat er een paar vragen in de chat voorbij zijn gekomen.
En eentje, daar werd zelfs ook bij het interessante vraag, dus die moet ik sowieso even naar voren brengen. Het gaat over die gasvorming. Welk gas komt daar nu eigenlijk bij vrij als je praat over die gasvorming? Is het CO2 of is het CH4? En achterliggende vraag daarbij is, hoe verhoudt zich dat tot klimaatverandering? Want komt dat gas ook echt vrij of blijft dat in de bodem? Het gas wat gevormd wordt bestaat uit CO2 en methaan. En dat gas komt ook vrij uit de bodem. Als je over zo'n veen heen loopt, dan merk je gewoon dat er allerlei gas opborrelt. Omdat op het moment dat je de bodem beweegt, dan komen die gasbellen omhoog. Dus zo'n veen heeft een uitstoot van CO2 en methaan. De vraag is, is dat meer dan in de verdroogde situatie? Want in de verdroogde situatie kan zuurstof de bodem indringen. En bij aanwezigheid van zuurstof, kan de afbraak in bodems veel sneller gaan. Bij vernatting zou dat kunnen verminderen, maar dat weten we niet heel goed. Het kan ook zijn dat vernatting tijdelijk voor een verhoogde uitstoot van broeikasgassen geeft of tijdelijk een verhoogde methaanuitstoot. En dat is eigenlijk iets wat we verder zouden moeten onderzoeken. En wat ook belangrijk is om dat op een langere termijn te gaan monitoren. Omdat op dit moment zijn er nog eigenlijk geen studies die op een lange termijn hebben gekeken naar de uitstoot van broeikasgassen na vernatting van venen. Oké, dus er is eigenlijk nog niet zoveel over te zeggen. Het zou net hetzelfde kunnen zijn. Ja. Begrijp ik. Kan je ondertussen je presentatie even uitzetten, want dan kunnen we weer mensen in beeld krijgen. En de slide is denk ik genoeg gezien. Ja. Even zien, hoe doe je dat? Boven in het scherm zit een knop stop share, als het goed is. Ja. Mijn examen komen eruit. Goed, en een andere vraag is, is er door vernatting ook veel fosfaat vrijgekomen? En heeft dat invloed op het systeem? Ja, dat is wat complexer verhaal, waar de volgende presentatie ook op ingaat. Door vernatting kan fosfaat vrijkomen en dan worden afgevoerd met oppervlaktewater naar de beek. Dus dat kan optreden. Maar lijkt me goed dat we eerst de volgende presentatie afwachten. Dan wordt het veel meer duidelijk. Ja. Dan wordt er dieper op ingegaan, ja. Begrijp ik. En ik had zelf nog een vraag. Je zei dat er komt vrij veel stikstof ook in het systeem vanuit het grondwater. Hoe komt die stikstof in het grondwater eigenlijk terecht? Waar ligt de bron daarvoor? Is dat een natuurlijke situatie of is dat ook menselijke invloed? Dus grotendeels door menselijke invloed, waarbij nu de belangrijkste input van stikstof naar het grondwater bemesting in intrekgebieden is. En voor een kleiner deel speelt atmosferische stikstofdepositie een rol. Dus de stikstof vanuit de landbouw komt van twee kanten, van onder en van boven, als ik het goed begrijp. Ja. Dus vandaar de slotregel op weg naar een duurzame landbouw is een... Omdat de landbouw in stroomgebied voor een hele grote nutriëntenstroom zorgt via grondwater en ook via het oppervlaktewater. En dat komt uiteindelijk allemaal in de beekdalen terecht. Oké, ik vraag nog even aan Rudy van Dichel of Tim ter Maat of er nog extra vragen langs zijn gekomen in de chat. Want ik heb het laatste niet meer kunnen bijhouden. En zij zijn mijn... hulpkrachten om de chat goed bij te houden. Of misschien hebben ze zelf nog vragen. Ik kijk even wie er gaat antwoorden. Tim of Rudy? Ben ik verstaanbaar? Ja, Tim. Ja. Je bent verstaanbaar. Ja, ah, mooi zo. Ik had blijkbaar de andere microfoon moeten hebben. Inderdaad, vragen over fosfaat die langskwamen. En ook nog een beetje over broeikasgassen. Die komen later in het programma nog aan bod. Een andere vraag die aardig is om nog even aan te stippen is, die meerdere mensen hebben, van is de huidige vegetatie in het Gasterense diep nu ontstaan uit die graslandsituatie of is eerst nog geplacht om een nieuwe vegetatieontwikkeling op gang te krijgen? Is de fosfaatrijke bodem bovenlaag verwijderd? Camille?
Ja, nou, het grootste deel is niet geplacht en is ontstaan uit de graslanden die daar toen waren. En nou, wat je ziet is dat er een hele snelle omslag heeft plaatsgevonden van grasland naar segge- en holpijpvegetaties. En dat, zeg maar, de soorten die in die vegetatie overheersen, het waren eigenlijk al de soorten die nog in het gebied aanwezig waren, zeg maar, in slootranden of in resterende natte plekken. En daarnaast zijn er wel plekken afgeschraapt of geplacht. Zoals bijvoorbeeld voor het dempen van sloten is veenmateriaal nodig. En dat is gewoon lokaal materiaal wat vanaf de randen is afgeschraapt de sloten in. Is er ook maaisel opgebracht? Nee, er is geen maaisel opgebracht. En er zijn wel wat plekken in Drentse Aa waar wel zeg maar, expliciet geplacht is. En daar is ook wel wat over onderzoek naar gedaan. En dan blijkt eigenlijk dat, ja, met plaggen dat je een betere kwaliteit van de vegetatie krijgt. Omdat je die nutriëntenrijke toplaag verwijdert. Je krijgt een betere situatie als je hem niet verwijdert, zei je? Als je hem wel verwijdert. Wel verwijderd, ja, dat had ik verwacht ook. Ja. Oké, okay, ja. Dat blijkt ook uit, zeg maar, naar literatuurstudies die we hebben uitgevoerd, dat gewoon plaggen in combinatie met vernatting een hele, hele effectieve maatregel is voor herstel van nutriëntenarme moerasvegetaties. Goed zo. Ik denk dat we het daar even bij moeten laten. Ook al heb ik nu de neiging om weer door te vragen waarvoor is er niet gekozen in het Grasdrentse Diep, maar dat komt misschien ook nog een keer later terug. Want het is ook tijd voor de volgende presentatie. En daarvoor vraag ik Willem Emsens om in dit geval digitaal naar voren te komen door microfoon aan te zetten. Ja. Heel goed. Ik heb je net al gezien, dus dat moet goed gaan. En de presentatie delen lukt ook. Je staat in beeld als Willem Emsens en bij mij sta je in de papieren als Willem-Jan Emsens. Ja, dat is allebei goed. Is allebei goed, dan goed zo. Dan kunnen we daar geen fout in maken. Je werkt als postdoc-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Ecosysteembeheer bij het departement Biologie van de Antwerpen Universiteit. Ik zie die Antwerpen Universiteit regelmatig terugkeren. Dat is vast niet voor niks, Willem. Hebben jullie daar een sterke afdeling Beekdalvenen? Ja, toch al 10 jaar onderzoek naar Beekdalvenen over heel Europa. En daar ga ik nu een beetje over vertellen, hopelijk. Kijk, dus dat is duidelijk geen toeval. Ik geef jou graag het woord om in te gaan op met jouw verhaal op de effecten van verdroging en vernatting. Ga je gang. Ja, dankjewel. Camille die heeft het net gehad over de hydrologie, over de regionale schaal. En ik ga iets meer inzoomen op de mesoschaal, dus op de standplaatseigenschappen. En ik wil vooral de vraag beantwoorden wat er nu gebeurt na verdroging van zo'n veen en vervolgens vernatting van zo'n veen. En wat er dan gebeurt in de biogeochemie en wat de gevolgen zijn voor de vegetatie. Ik begin meestal mijn presentatie met dit plaatje. Dit is een bovenaanzicht van de Rospoeda-vallei. De Rospoeda-vallei ligt in Oost-Polen, tegen de grens met Wit-Rusland. En de Rospoeda-vallei is een van de beste laagvenen die we op dit moment nog hebben in Europa of in de Europese Unie. Wat je hier ziet in Rospoeda is een meanderende rivier. Dat is het laagste punt van de vallei. Langs de randen heb je bos. Dat is op de hogere zand in de leemruggen. En al dat bruine dat je ziet, dat is allemaal laagveen. Dus dit is een beetje een beeld van hoe zo'n beeld eruit hoort te zien van een ongestoord laagveen of relatief ongestoord. Nu, als je daar een schematische weergave van maakt, dan ziet dat er ongeveer zo uit. Langs de flanken heb je die hogere zand- of leemruggen. Daar gaat regenwater infiltreren. Dat regenwater dat percoleert door de bodem, dat wordt verzadigd met bazen en dat treedt uit als kwel in die lagere flanken van de Beekvallei. Wat we dan zien is meestal een zonatie van vegetatie. Dus op die grens waar veen ligt en waar de minerale bodem ligt, daar heb je vaak nog moerasbos, vaak is dat Elzebroekbos. En dan ga je heel snel over in zo'n kleine zeggende slaapmosvegetatie. Dat is hier de zone 2.
En naarmate dat je dichter bij de rivier komt, dan ga je over in grote zeggen en in grote helofieten en rietvegetatie. En dat is omdat die rivier in beekdalsystemen regelmatig overstroomt. En overstroming betekent eutrofiëring, er worden nutriënten afgezet. En als gevolg daarvan krijg je daar dus een meer productieve vegetatie. Maar ik wil het voornamelijk hebben over die tweede zone. En die tweede zone, dat is de zone waar wij Natura 2000 habitattypen vinden, namelijk overgangs- en trilveen en ook alkalisch laagveen en kalkmoeras. Alkalisch laagveen en kalkmoeras zijn extreem zeldzaam in Europa. Overgangs- en trilveen is ook zeldzaam, is meestal zwaar gedegradeerd, maar het is nog net iets algemener dan die kalkmoerassen. Nu, als je in die zone 2 staat, dan ziet dat er zo uit. Dit is een foto van Rospoeda-vallei. In die tweede zone van de slaapmossen en de kleine zeggen. En wat je hier kunt zien is een vegetatie van draadzeggen. Dat zijn die lange sprietjes die er bovenuit steken. Er staat ook snavelzeggen tussen. En dan, als je goed gaat kijken tussen die zeggen, dan vind je nog kleinere zeggen. Bijvoorbeeld schubzeggen staat er meestal. Ook meer algemene moerassoorten, zoals waterdrieblad en wateraardbei, die horen daar te staan. Die vinden we ook terug. En heel kenmerkend voor zo'n beekdalveensysteem in deze zone is een hoge abundantie van slaapmossen. Terwijl we in hoogvenen meestal de veenmossen zien, dus de sphagna, zien we in laagvenen voornamelijk slaapmossen. In het Engels zijn dat brown mosses of bruine mossen. En dat is omdat ze meestal heel vaak een beetje een bruine kleur hebben. Hier bijvoorbeeld roodschorpioenmos en sterrengoudmos links en dan rechts een foto van veldnerfmos. Dat zijn allemaal extreem zeldzame mossoorten en die zijn in hun voorbestaan volledig afhankelijk van die laagvenen. Dus als die laagvenen verdwijnen, dan zijn we die soorten ook kwijt. Nu, als je onder die vegetatie gaat kijken, dus als je een veenboor neemt en je gaat een veenprofiel uit de bodem halen, dan ziet zo'n goed veen er ongeveer zo uit. Dit is een veenprofiel dat we verzameld hebben in Rospoeda op ongeveer 3 meter diepte, 2,80 meter om precies te zijn. En wat je kunt zien is dat al die veenfragmentjes, die zijn nog herkenbaar. Dus als je dit veen onder een binoculair of een microscoop legt, dan kun je de individuele planten nog herkennen. Je kunt de zaden herkennen, je kunt zelfs de mosfragmenten nog herkennen. Dus je kunt zien welke soorten dat hier vroeger hebben gegroeid een hele tijd geleden. Nu, Camille heeft het net al gezegd, de accumulatiesnelheid van veen is heel traag. In een laagveen is die nog trager dan in een hoogveen. De schattingen zijn ongeveer in de beste omstandigheden ongeveer een millimeter per jaar. Nu, in laagveen is het vaak nog veel lager. Vaak is het maar 0,3 tot 0,5 millimeter extra veen dat er per jaar wordt geaccumuleerd. Dat is dus heel erg weinig. Dat betekent dus ook, als je kijkt naar veen op diepte van 2,80 meter, zoals hier, dat je dus minimaal een veen aan het bekijken bent dat 2800 jaar geleden is afgezet. Waarschijnlijk eerder 3 of 4000 jaar geleden. Dus dat is heel oud veen. Maar desalniettemin kun je alsnog al die soorten herkennen. Dus duizenden jaren later zit er nog veel informatie in dat veenarchief. Nou, heel belangrijk om te weten is dat veen is natuurlijk organisch materiaal, dus dat heeft een heel hoog organisch stofgehalte. Meestal varieert dat tussen de 40 en de 99%. 40% dat heb je wanneer er bijvoorbeeld sedimentatie is vanuit de rivieren, wanneer er door de zand of sediment wordt afgezet tussen het veen, dan heb je een iets lager organisch stofgehalte. Maar meestal is dat toch wel boven de 90% in zo'n ongestoord veen. Nu, van die 90% organische stof is 50 tot 60% is het element koolstof. Dus dat is een enorme voorraad van koolstof die opgeslagen zit in zo'n veen. En als je kijkt op wereldschaal, dan is dat een heel stuk meer dan alle bossen wereldwijd. Dus die historisch oude laagvenen zijn echt gigantische voorraden van koolstof. Daarnaast, als ze nog aan het groeien zijn, als ze nog accumuleren, dan betekent dat ook dat ze nog steeds koolstof aan het opnemen zijn door fotosynthese. Dus koolstof wordt opgenomen in de plant sterft af, maar de plant wordt niet volledig afgebroken en zo blijft het dus accumuleren. Maar dat is de situatie in ongestoorde laagvenen. De situatie bij ons in West-Europa is meestal een beetje anders. Nu, dit is een foto van de Zwarte Beekvallei in België, een bovenaanzicht. De Zwarte Beekvallei was vroeger waarschijnlijk gelijkaardig aan Rospoeda. Dat was waarschijnlijk ook een doorstroomveen, maar het beeld is toch net iets anders. En wat je hier ziet is enerzijds heel veel bebouwing. Dat is al heel negatief natuurlijk, want dat is het infiltratiegebied van regenwater. Dat is volledig volgebouwd. En wat we ook zien, en dat is hetgeen waar ik het vandaag vooral over wil hebben, dat zijn al die posttegeltjes, al die fragmentjes. Dus al die verschillende perceeltjes die je ziet, die zijn allemaal omgeven door drainagesloten.
Nu, gelukkig is een groot deel van de Zwarte Beekvallei al opgekocht door natuurbeschermingsorganisaties. En wordt momenteel worden al die drainagesloten dichtgegooid. Maar je kunt wel zien dat dit toch wel een heel ander beeld is dan Rospoeda. En dan in het veld ziet dat er dan ongeveer zo uit. Hier links hebben we veel te diepe drainagesloten. Veel dieper dan dat ze horen te zijn. Rechts zien we ook dijkjes of dammetjes om het water om te leiden. En wat je vaak ook ziet op die verdroogde laagvenen, is dat er heel veel bos zich begint te ontwikkelen. Bos hoort niet echt te staan in een ongestoord laagveen, omdat wanneer bomen te groot worden, dan vallen ze simpelweg om. Die kunnen niet groeien in zo'n waterverzadigde ongestoorde veenbodem. Maar als alles draineert, dan krijg je dus bos. Dus heel veel van die verdroogde laagvenen die beginnen te verbossen. Een heel belangrijke vraag is dan, als wij al die verdroogde en gedraineerde laagvenen, als we die vernatten, kunnen we dan het veen herstellen? Kunnen we dan de processen weer terugkrijgen die vroeger hebben gespeeld voor die degradatie? En dat is eigenlijk een heel moeilijke vraag om op te lossen. Met name omdat veenaccumulatie, daar gaat zoveel tijd overheen. Dus eigenlijk hebben we tientallen jaren aan onderzoek nodig om die vraag te kunnen invullen. We hebben toch een poging gedaan in het kader van diverse OBN-onderzoeken. En het eerste wat je ziet, als je die venen gaat bestuderen, is de veenprofiel zelf. Dus je kunt een veenboor in de grond steken, je kunt kijken wat de kwaliteit is van dat veen. En dan links is weer dat profiel dat we in Rospoeda-vallei hebben verzameld. En dan rechts zie je een veenprofiel dat we in bijna alle West-Europese laagvenen terugvinden. Nou, je ziet daar nog een paar levende wortels van zeggens voornamelijk, maar de rest is allemaal onherkenbaar organisch materiaal. Dus dat is volledig afgebroken. Je kunt dat onder een binoculair bekijken, maar je zult geen planten meer kunnen identificeren. Dus dat gaat niet meer. Dat veen is volledig afgebroken en die informatie is dus verloren. En dat is een van de gevolgen van langdurige drainage. En dat kun je niet zomaar omkeren. Zoiets kun je ook kwantificeren. Dat heeft Camille onder andere gedaan in een paper enkele jaren geleden. Die heeft gekeken naar de koolstofvoorraad als percentage van het drooggewicht van het veen in ongestoorde venen, dus venen die nooit gedraineerd zijn geweest. En dan vervolgens heeft hij dat vergeleken met venen die zijn gedraineerd geweest en vervolgens vernat. En die heeft vastgesteld dat er toch wel 10% aan koolstof verloren is. Nu, dat is een heel optimistisch getal. In de praktijk is het vaak nog veel meer. Bijvoorbeeld dit fotootje geeft dat goed weer. Dat is een foto uit het Verenigd Koninkrijk. En de top van die paal geeft weer waar in 1870 het veenoppervlak zat. Dus als je gaat draineren, kun je tot 2 centimeter aan veen per jaar verliezen. Dus dat wordt afgebroken en dat gaat de lucht in als koolstofdioxide. Dus dat kan echt gaan over meters en meters veen op 100 jaar tijd. En dat zijn ook omschakelingen die je door vernatting natuurlijk niet meer ongedaan kunt maken. Dat is, eens dat het gebeurd is, is het voorbij. Nu, in het kader van die vraagstelling hebben we heel veel onderzoek gedaan. Die onderzoeken of die studies die zijn ook te raadplegen, onder andere in deze rapporten. En daar zijn verschillende dingen naar voren gekomen uit dat onderzoek. Een van de eerste dingen die we eigenlijk al wisten, maar wel belangrijk, is dat veen is natuurlijk organische stof en organische stof is stikstof. De stikstof kan voorkomen in anorganische vorm, dat is ammonium en nitraat voornamelijk, maar dat kan ook voorkomen in organisch gebonden vorm. Nu, het meeste stikstof in een bodem is organisch gebonden. Dat betekent, dat zit in organisch materiaal, dat is niet beschikbaar voor planten, dat kan niet opgenomen worden. Dus die correlatie tussen het organisch stofgehalte en stikstof, die is positief en die is vrij sterk. Dus hoe meer veen je nog hebt, hoe meer potentieel stikstof er nog in zo'n systeem zit. En dat is niet alleen voor veen zo, dat is ook voor bijvoorbeeld oude heidebodems zo. Heidebodems waar heel veel organisch materiaal is geaccumuleerd, dat is ook een bron van stikstof, of tenminste een potentiële bron van stikstof. Maar dat stikstof is niet beschikbaar voor planten. Natuurlijk, als je gaat ontwateren, zo'n veen heeft geaccumuleerd onder duizenden jaren onder waterverzadigde omstandigheden, maar als je vervolgens die waterpeilen omlaag gaat duwen, ja, dan gaat dat veen afbreken en door die afbraak komt niet alleen koolstofdioxide vrij, maar wat er ook gebeurt is dat stikstof vrijkomt. Dus stikstof wordt gemineraliseerd. En we hebben een tijdje geleden een kolom-experiment gedaan om dat aan te tonen. Daar hebben we verschillende veenbodems verzameld, in kolommen in het lab gezet en vervolgens een deel van die kolommen, die hebben wij permanent nat gehouden. Dat is die groen omcirkelde bolletjes. En een deel hebben wij ontwaterd. Dus ongeveer waterstand 30 centimeter onder maaiveld. En wat we dan zien is dat die grote organische stikstofvoorraad, ja, die wordt gemineraliseerd onder invloed van zuurstof. Dan wordt er ammonium vrijgemaakt. En de ammonium
dat wordt bijna onmiddellijk omgezet naar nitraat, omdat het een zuurstofrijk milieu is. En dat zijn gigantisch hoge nitraatconcentraties. En dat is natuurlijk een probleem voor laagproductieve habitattypes, zoals kleine zeggenvegetaties, want er is veel te veel stikstof aanwezig en beschikbaar voor planten. En die planten die kunnen dat dus opnemen, dus de vegetatie gaat vervolgens heel snel verruigen. Wat we ook gevonden hebben in dat OBN-onderzoek is dat er waarschijnlijk een sleutelrol is weggelegd voor het element ijzer in die beekdalvenen. Dat ga ik proberen uit te leggen aan de hand van deze figuurtjes. Wat wij gedaan hebben in diverse venen in Europa is, we hebben veenprofielen verzameld tot ongeveer 2 meter diepte. En dan op verschillende dieptes hebben wij gekeken hoeveel ijzer er nu effectief in die bodem zit. Dus ijzer in de bodem, dat is de linkse figuur. En dan ijzer in porivocht hebben we ook verzameld, dat is de rechtse figuur. En wat we zien voor ongestoorde venen, dus venen die nooit gedraineerd zijn geweest, zien we dat die ijzerconcentraties in de diepte dat die vrij constant zijn. Er is een klein beetje fluctuatie, maar die fluctuatie is niet zo heel groot. Nu, als we gaan kijken naar gedegradeerde venen, dus dat zijn venen die langdurig zijn verdroogd geweest en vervolgens vernat, dan zien we heel andere patronen. Dus daar zien we heel sterke fluctuaties in ijzerconcentraties. En wat we ook zien is, in heel veel van die venen is een enorme accumulatie van ijzer in de bodem en in porivocht in de toplaag. Dus 0 tot 50 centimeter diepte. En het is net die toplaag die natuurlijk het meest beïnvloed wordt door drainage. Dat is waar zuurstof in de bodem treedt, ongeveer tot 50 centimeter diepte. En daar zie je die accumulatie. Nu, de verklaring is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Als je een veen draineert, dan verdwijnt het veen. Dus het koolstof gaat de lucht in als koolstofdioxide. Dat wordt afgebroken. Maar ijzer, dat wordt geïmmobiliseerd. Dus dat gaat roesten. IJzer slaat neer. Dus wat er dan gebeurt is, die veenbodem die stort in elkaar, het koolstof verdwijnt en ijzer wordt geconcentreerd. En dat verklaart waarschijnlijk dus die enorm hoge ijzerconcentraties die dat we terugvinden in die toplaag van die gedegradeerde beekdalvenen. En die concentraties zijn echt enorm hoog. Die zijn 10 keer hoger dan wat we terugvinden in ongedegradeerde of ongestoorde venen. Nu, veel mensen die denken dat veel ijzer in de bodem dat goed is, tussen aanhalingstekens. Want kwelsystemen, kwelgevoerde systemen, je kunt die herkennen door ijzer in het grondwater. En dan denk je van ja, dat is positief, want ijzer is in staat om fosfaat te binden, dat weten we. Dat klopt ook, maar het verhaal is net iets meer genuanceerd. Wat we ook hebben gezien, en dit zijn data van een studie in 30 beekdalvenen door Europa, dus Polen, Duitsland, Nederland, België. En wat we hebben gevonden is dat die voorraad aan ijzer die in een bodem zit, op de x-as hier, dat die heel sterk positief gecorreleerd is met de voorraad van fosfor. Dus hoe meer ijzer er in een bodem zit, hoe meer fosfor er in een bodem zit. Dus die twee zijn heel sterk aan elkaar gecorreleerd. Dus ijzerrijke venen zijn fosforrijke venen. Ja, de proces hierachter is redelijk simpel. IJzer is in staat om fosfor te binden. En die binding die is het sterkst onder zuurstofrijke omstandigheden. Dat is een chemisch proces, daar ga ik verder niet op in. Maar die binding is dan heel sterk. En natuurlijk leven wij in Europa in een fosforverzadigd landschap. Dus fosfor dat spoelt in. Ooit is er ook sprake geweest van bemesting meestal. En eens dat fosfor in zo'n ijzerrijk veen komt, dan hangt dat vast aan dat ijzer en dat is niet meer in staat om... Dat gaat nergens meer heen, dat spoelt niet meer uit. Dus die ijzerrijke venen zijn fosforrijke venen. Maar als je dan vervolgens een heel grote voorraad hebt aan ijzer en aan fosfor en je gaat dan al die venen vernatten in het kader van herstelprojecten, dan gaat een heel groot deel van dat fosfaat plotseling weer een oplossing. Want je krijgt reductieprocessen, chemische reductieprocessen waarbij de binding tussen ijzer en fosfaat veel minder sterk wordt. Fosfaat gaat een oplossing, kan uitspoelen. En vervolgens is dat fosfaat beschikbaar voor de vegetatie. Dus de vegetatie is in staat om dat fosfaat op te nemen. En wat je dan krijgt is natuurlijk een gigantische toename in productiviteit van de vegetatie. Dus heel goed om te onthouden hier is dat die ijzerrijke venen dus heel vaak fosforrijke venen zijn. Dus heel veel ijzer in een bodem is niet per se positief in die zin. Dat kun je ook vaststellen aan de hand van stikstof tot fosforratio's in de vegetatie. Dat is een methode waarbij je de bovengrondse biomassa van de vegetatie verzamelt. Die ga je malen en drogen. En vervolgens bepaal je hoeveel stikstof erin zit in die vegetatie en hoeveel fosfor. Nu, een heel hoge stikstof tot fosforratio in de vegetatie betekent dat die vegetatie waarschijnlijk in de groei gelimiteerd is door een tekort aan fosfor. Als die stikstof tot fosforratio heel laag is, dan is de vegetatie waarschijnlijk gelimiteerd door stikstof, een stikstoftekort.
Wat wij zien in al die venen in Europa is dat bijna alle venen die we bemonsterd hebben, is dat daar voornamelijk sprake is van een heel lage stikstof tot fosfor ratio, oftewel stikstoflimitatie. Dus heel veel venen is echt een overvloed van fosfaat. Dus die vegetatie, er is geen fosfaattekort meer, wat wel een probleem is. Omdat dit patroon, we weten dat de meeste rode lijstsoorten voornamelijk voorkomen onder fosfaatgelimiteerde omstandigheden. Dus zodra dat die fosfaatlimitatie wegvalt, verliezen we heel veel rode lijstsoorten. Dat zijn welbekende patronen die voornamelijk in moerassen spelen, maar ook in drogere graslanden zien we dat vaak terug. Als we die fosfaatlimitatie kwijt zijn, dan zijn we de meeste rode lijstensoorten ook kwijt. En het veld ziet dat er ongeveer zo uit. Dus links hebben we dan zo'n laagproductieve, heel open vegetatie in Rospuda. Vervolgens wordt zo'n veen gedraineerd, wordt weer vernat, stikstof komt vrij, fosfor gaat een oplossing. En wat we dan krijgen is zo'n heel productieve vegetatie. We hebben ook gemeten in het veld, in voorbije onderzoeken, wat dat nu betekent voor het licht. Want licht is natuurlijk heel belangrijk voor planten. Als een plant geen licht krijgt, dan kan die niet meer groeien. We weten dat in die laagproductieve kleine zeggenvegetaties, dat normaal gezien tussen de 25 en de 65% van het inkomende zonlicht, dat gebruikt kan worden voor fotosynthese, dat het maaiveld bereikt. En dat is heel belangrijk, want het maaiveld, dat is nu net waar al die slaapmossen en die kleine zeggens groeien. Dus dat is een relatief hoog percentage, 25 tot 65%. Nu, in die heel hoogproductieve venen, die gedegradeerde venen, is de lichtbeschikbaarheid een heel stuk lager. Vaak is die lager dan 25%, maar meer dan eens is die ook nul. Dus daar komt helemaal geen licht meer aan maaiveld. Nu, als er geen licht meer aan maaiveld komt, dan verdwijnen alle slaapmossen, uiteraard. Die zijn niet meer in staat om nog te groeien. Dus al die kleine zeggen en slaapmossen, die verdwijnen dus door die verruiging. En dat hebben we ook experimenteel kunnen aantonen in een experimentje van een paar jaar geleden. Hier hebben we verschillende slaapmossoorten bestudeerd onder verschillende lichtintensiteiten. Dus op de x-as is de lichtintensiteit. En wat we zien is dat de overlevingskans van die slaapmossen, die neemt heel sterk af naarmate er minder licht beschikbaar is. In dit geval zijn dat een paar schorpioenmossen, reuzenputmos en harlekijnmos. En al die soorten verdwijnen zodra dat het lichtpercentage dat nog aan maaiveld kan komen ongeveer onder de 40 tot 25% zakt. Dus die verruiging heeft heel grote onomkeerbare gevolgen voor die kleine zeggen- en slaapmosvegetatie. Dus die soorten die verdwijnen allemaal. En wat je dan in de plaats krijgt, is wat wij noemen een vrij typisch gedegradeerd ijzerrijk veen. Die kun je herkennen. Dat is meestal een vegetatie van snavelzeggen en holpijp. Die zien we bijna overal terugkomen. Soms nog een beetje water, drieblad en wateraardbei. Als je dan een veenprofiel zou verzamelen, dan zie je dat dat veen in de toplaag heel sterk veraard is. Dat is een heel productieve vegetatie en vaak zie je ook ijzeroxidatie, dus die rode neerslag van ijzeroxides aan het wateroppervlakte. En dat is echt een indicatie dat je te maken hebt met een vernat ijzerrijk veen. Dus die echt kleine zeggens en die heel typerende slaapmossen, die zijn verdwenen. Wat je nog wel hebt, zijn bijvoorbeeld de puntmossen. Dat zijn ook slaapmossen, maar dat zijn vaak vrij algemene soorten, bijvoorbeeld gewoon puntmos of hardbladig puntmos. Die zien we overal, maar die zijn helemaal niet spectaculair. Maar die echt interessante schorpioenmossen bijvoorbeeld, die zijn we meestal kwijt in dit stadium. En daarmee kom ik al ongeveer tot mijn conclusie. Het is duidelijk dat verdroging dus leidt tot een enorm groot verlies aan dat historisch koolstof, dat vaak duizenden jaren lang heeft geaccumuleerd. En als je dan gaat draineren, dan komen er ook nutriënten vrij. Eerst ammonium, dat wordt omgezet naar nitraat. Dat is beschikbaar voor planten. De veenbodem stort in elkaar. IJzer en fosfor wordt geconcentreerd in de toplaag. En als gevolg daarvan, als gevolg van die eutrofiëring, krijg je dus ook dat al je kleine zeggen en slaapmossen vervolgens verdwijnen. Het is denk ik een vrij negatief verhaal geweest, maar ik moet er wel bij zeggen dat vernatting voor een verdroogd veen is altijd een cruciale stap. En het zou best kunnen dat hetgeen dat we nu krijgen na vernatting iets anders is dan hetgeen dat we voorheen hadden, enkele honderden jaren geleden. Maar het is wel een cruciale stap, want een droog veen is geen veen. Dus een veen moet per definitie nat zijn om alles weer op gang te kunnen krijgen, om alle processen die we vroeger hadden weer terug te kunnen krijgen. En dan een heel belangrijke vraag, waar ik nog geen antwoord op kan geven, dat is of zo'n vernat veen, of dat ook
actief koolstof weer accumuleert. Dat weten we eigenlijk niet. Want de methodes die we momenteel hebben, die zijn niet toereikend om te kunnen bepalen of zo'n veen ook actief aan het accumuleren is. Omdat in de beste omstandigheden kan zo'n veen een halve millimeter tot een millimeter per jaar accumuleren. Dus we hebben minimaal 10 tot 100 jaar nodig om zeker te kunnen zijn dat zo'n veen weer actief aan het functioneren is zoals het vroeger functioneerde. Dus ja, daar kan ik helaas nog geen antwoord op geven. Dat is jammer. Dat is jammer, ja. Ja, want we zijn hier lokaal bezig met herstel van schraallanden. En ook richting trilveen. En ik had eigenlijk stiekem gehoopt om nog een aanspraak te kunnen maken op een CO2-compensatiefonds, omdat we koolstof zouden vastleggen. Maar kan wetenschappelijk nog niet worden onderbouwd, hoor ik. Dus dat moeten we nog even achterwege laten. Er zijn wel technieken om het te kunnen inschatten natuurlijk. Je kunt wel meten wat de flux is van methaangas en van koolstofdioxide. Bijvoorbeeld met kamers en greenhouse gas analyzers kun je een inschatting maken, maar die methoden die zijn nog niet toereikend om 100% zeker te zijn. Daar kan de wetenschap zich hier nog over buigen, want we zitten vlakbij Wageningen, dus daar moeten ook wel mensen zijn die daar wat kijk op hebben en mee kunnen werken, denk ik. Ik zag een paar vragen langskomen, ook in de chat. Misschien kan je ook de presentatie weer uitzetten, Willem, dan krijgen we weer de mensen in beeld. Heel fijn, dank je. Want één vraag was wel, en die sloot je eigenlijk ook wel een beetje mee af. Het effect zo negatief is als je gaat vernatten, moet je dan inderdaad wel gaan vernatten? Maar je geeft dus daar wel het antwoord op, dat moet je eigenlijk sowieso doen. Maar het kan dan wel lang duren voordat het systeem weer gezond is. Wat voor periodes moeten we aan denken dan? Nou ja, dat weet niemand helemaal zeker, maar je moet minstens denken in termen van decennia. Minstens decennia tot misschien wel eeuwen, misschien wel millennia. Omdat veenaccumulatie zo ontzettend traag gaat. Dus je kunt zo'n systeem vernatten. Dat is altijd de eerste belangrijke stap die je moet nemen. Maar we moeten heel veel geduld hebben. Dus het is niet zo als we nu een gedegradeerd veen vernatten, dat we over 5 jaar in één keer weer een kleine zeggen slaapmosvegetatie hebben. Zo simpel is het niet. En is daar wat aan te doen om het te versnellen? Moet je dan vaker maaien? Of moet je eigenlijk vooraf, kan je beter eerst maar de fosfaatrijke laag boven altijd afplaggen? Wat zijn er voor andere methodes? Ja, er zijn opties, maar ik ben niet helemaal zeker. Maar ik denk dat daar iemand na mij nog verder op ingaat. Dat weet ik niet helemaal zeker. Je kunt de toplaag afgraven en dat heeft vaak positieve effecten. Maar ik ga daar nu niet te veel over zeggen, want dat komt volgens mij nog terug in een van de andere presentaties. Ik ken nog niet alle inhoud, dus ik stel gewoon de vragen die bovenkomen. Ja. Maar vaker maaien, is dat ook een optie? Ja, wat we weten over vaker maaien is dat je gaat niet zo snel van het fosfaat afkomen. Zo snel gaat dat allemaal niet. En door vaker te maaien kun je meer afvoeren, maar dan heb je het alsnog vaak over termijnen van decennia om een voldoende lage fosfaatbeschikbaarheid te kunnen krijgen. Wat je wel kunt doen door vaak te maaien, is ingrijpen in de concurrentieverhoudingen van die verschillende soorten. Als je vaak maait, dan krijgen de kleinere zeggens en de slaapmossen, die krijgen meer licht. Waarom? Ja, dus op die manier kun je ingrijpen. Maar het is niet dat je met vaker maaien, dat je binnen 5 jaar in één keer op een lage fosfaatconcentratie uitkomt. Zo snel gaat het niet. Dat is jammer. Vaker maaien heeft ook weer nadelen natuurlijk, tegelijkertijd. Ja, ik kijk even naar, precies. Ik kijk even naar Rudy en Tim, of er nog aanvullende vragen zijn, ook in de chat. Tim? Ja, 2 aanvullende vragen vielen mij op. De eerste vraag kwam vrij vroeg in de presentatie. En die ging over van, er wordt aangegeven dat door ontwatering van die venen er een enorme maaiveldaling heeft plaatsgevonden. Maar werd er gezegd, er zijn toch ook andere redenen waarom het maaiveld gedaald is. Zoals gasverlies en verdichting van de bodem. Misschien dat Willem-Jan daar nog iets over kan zeggen. En misschien gelijk de tweede vraag erachteraan. Dat is, geldt dit principe, dit mechanisme nu alleen voor laagvenen in beekdalen of voor laagvenen in zijn algemeenheid? Ja, die tweede vraag, dat is laagvenen in zijn algemeenheid. Dus zodra dat je een organische bodem hebt die waterverzadigd is, en dat is natuurlijk wat een veen is, zodra dat je gaat draineren, dat mag ook een hoogveen zijn, of maakt niet uit welk veen, zodra dat je draineert, dan speelt dit. Die maaiveldaling, ja, dat heeft meerdere oorzaken, maar de belangrijkste oorzaak is toch wel
afbraak van veen en dat wordt dan koolstofdioxide en dan gaat de lucht in. En natuurlijk, dat veen dat zakt ook in elkaar. Hè? Dus dat klinkt in. Je hebt ook geen methaanvorming meer. Methaan, dat duwt het veen een beetje omhoog. Dat valt ook allemaal weg. Dus het is een combinatie van factoren. Maar de belangrijkste factor is toch wel het verlies aan veen door afbraak. En natuurlijk ontginning. Ontginning is ook een heel belangrijke. Veen is op grote schaal ontgonnen geweest in het verleden, zoals we weten. Ja, dat is helder. Ik kijk ook nog even in de zaal, want misschien dat er ook wel mensen zijn die nog vragen hebben die niet zijn ingetikt in de chat, maar denken, nou, ik wil die graag naar voren brengen. Dan moeten we ook de mondelingenvraagstellers bieden we graag de gelegenheid. En als dat zo is, dan vraag ik u om even de microfoon aan te zetten en het woord te nemen. Maar als dat niet zo is, dan kijk ik nog even naar Tim of er nog aanvullende vragen zijn. Ik zie de chat wel in beweging komen, ik kan het niet helemaal bijhouden. En nee, er te vinden verschillende discussiesplekken. Mensen geven in de kantlijn informatie over bijvoorbeeld wat er al aan broeikasgassen gemeten wordt, maar geen concrete vragen meer volgens mij. Dat is precies wat de bedoeling is van de chat ook. Laat daar ook de discussie maar rondgaan. En ik zag ook al dat er informatie wordt gedeeld, dat is helemaal goed. En we liggen ook eigenlijk keurig op schema, want het is 2:10. Ik prijs mij gelukkig met de sprekers die zich netjes binnen de tijd houden. Dat lukt niet elke onderzoeker, die heeft vaak erg veel inhoud. Maar dat is goed binnen de afgesproken tijd gebleven. En dat betekent dat we, ook omdat het een lang programma is, doen we even twee korte pauzes. We gaan nu even pauzeren tot 2:50. En dan bent u in de gelegenheid om even wat te drinken te halen of naar de wc te gaan, et cetera. En we gaan om 2:50 weer verder. Dus bij deze even een korte pauze. Tot zo!
Goedemiddag, dames en heren. Dan gaan we nu weer verder met het programma. 14:20. Ik hoop dat jullie weer allemaal goed bij zit met koffie of thee, andere voorzieningen. En dan gaan we verder met Fons Smolders. Hij werkt bij Beware. Fons, kun je microfoon aanzetten en ja, virtueel naar voren komen? We horen je in ieder geval. Dat gaat goed. Ja, ik heb je nu ook in beeld. Fijn dat je erbij bent. Je werkt bij Beware. Heb ik gelezen als senior onderzoeker. Met name verantwoordelijk voor het biochemisch onderzoek. En sinds 2015 ook hoogleraar toegepaste biogeochemie. Aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. En je gaat ons meenemen in de volgende inleiding. En daar geef ik je over herstel broekbossen en de rol van slip bij overstromingen. Daarvoor geef ik je graag nu het woord. De presentatie staat daarvoor, dus dat gaat goed. Misschien nog even naar voorstelling starten. Dan hebben we hem helemaal in vol scherm. En dat ziet er net wat beter uit. Ja. Ja. Prima. Ga je gang? Ja, dankjewel. Even kijken. Nee, moet even, ja. Ik ga jullie iets vertellen over herstel van broekbossen in Beekdalen. Met de oorspronkelijke titel De rol van slip. Komt aan bod, maar het gaat vooral over het herstel en uitbreiding van broekbossen. In broekbossen rondom oude broekboskernen die nog aanwezig zijn in onze Beekdalen. Neem jullie even mee. Dit is een plaatje van 1902. Dit is het Beekdal van de Keersop. Dat zie je hier lopen. Bij Bergeijk. Ik ben hier vlakbij geboren, ongeveer hier op de kaart. Staat er net niet op. Dus ik ken dit Beekdal redelijk goed. En heel interessant is in 1902 dat het eigenlijk nog van heel groot deel de omgeving bestaat uit woeste gronden. Heides. Hier begint het Beekdal en aan de rand van het Beekdal zien we een hele natte zone. En er staat heel veel bosvegetatie ingetekend. Dat is een nat, erg nat gebied. En hier vinden we nu ook nog steeds een broekbos. En dat heet de Kromhurken. Je ziet dat hele Beekdal bestaat uit beemden met houtwalletjes eromheen. Helemaal heel erg kleinschalig. Het was nog voor de uitvinding van de prikkeldraad. Dat was er nog niet. En hout was in die tijd ook heel belangrijk. Mensen hadden hout nodig om te koken en het huis te verwarmen. Dus het hout had echt een functie. En dus heel veel hout in het hele Beekdalsysteem. En ook zo'n broekbos, wat zich hier ontwikkeld had, dat werd hout gewonnen. Er werd hout weggehaald. En mijn vader kan zich dat nog herinneren, dat dat nog tot na de oorlog werd er nog gewoon hout gewonnen om kachels te laten branden. Nou, het ziet er allemaal heel idyllisch uit. Hier nog een plaatje van gemaakt in de jaren 60 in de buurt van Reuzel, waar nog restanten aanwezig waren van die houtwallen. En zo zag, het is een oude foto van net na de oorlog van van de Keersop. Allemaal heel idyllisch, Beekdal. We zien dat het heel snel verandert. We zien al in 1929 dat er een begin is gemaakt met ontginning van de heide. Heel veel hei is al verdwenen. Heel interessant is dat het broekbos ook grotendeels weg is. En dat er op dat moment pogingen blijkbaar zijn gedaan om dat broekbos om te vormen tot een grasland. Het staat hier nu al echt als grasland op de kaart. Maar nog steeds een heel kleinschalig landschap met veel houtsingels. 1953 zijn die houtsingels grotendeels weg. Die hadden functie verloren. Nog wel heel kleinschalig lappendekentjes van percelen in het Beekdal. En het broekbos, ja, dat heeft nu, is weer aanwezig, prominent aanwezig. Dus het heeft zich weer ontwikkeld. Wat in 1920 grotendeels weg was, was in 1953 weer aanwezig. We zien ook dat de hele hei verdwenen is. Dat is allemaal landbouwgebied geworden. En ook een gedeelte van de heide is, zien we nu, plantages van bomen. Dus vooral dennenbos. Dus landbouw in plaats van hei, landbouw en bosbouw.
Nou, in 1973 zien we weer dat hele grote gedeelte van dat broekbos alweer verdwenen zijn. En dit is het broekbos zoals ik het heb gekend. Nog wel voor de ruivenkaveren. We zien nog steeds die landweggetjes het gebied inlopen en nog steeds kleine kaveltjes. Daarna heeft de ruivenkaveling plaatsgevonden en in 2004 maak een grote sprong. Zien we grote percelen en we zien ook weer dat er begonnen werd met herstel van het van de broekbos, van de broekbosvegetaties. Rondom die broekbossen worden pogingen gedaan om het areaal aan bos uit te breiden en is bos aangeplant. En hier is een heel groot perceel is geplacht. Overigens heel erg mooi, met heel veel leuke soortjes. Dus er wordt tevens in het Beekdal, wordt er vanaf het begin van deze eeuw eigenlijk, worden pogingen gedaan om weer natuur te ontwikkelen. En het is, en dat gaat steeds verder, 2011. Nog veel meer bos bijgekomen, nog natte waterpartijen. En in 2016 heeft zich er nog verder uitgebreid. En eigenlijk wordt er bettenbent pogingen gedaan om dat een heel groot gedeelte van die bovenloop van de Keersop, om dat weer natuurlijker te maken. Met meer ruimte voor broekbossen. Dan zijn we hier vorig jaar met de veldwerkplaats geweest. Dan zijn we hier het oude broekbos ingelopen. En we zijn ook het nieuwe, dus aanhalingstekens broekbos, en zijn we gaan kijken, aangeplant op landbouwgrond. Na plaggen en dan ziet links zien we het nieuwe broekbos en rechts het oude. Het oude broekbos is normaal best nat, maar kon je nu vanwege de droogte van de afgelopen jaren kon je er heel makkelijk doorheen lopen. Dus dat is weer het voordeel van droogte. Maar je kunt je voorstellen dat het ontwikkelen van broekbos op landbouwgrond dat het niet evident is. En vanuit OBN is er ook een onderzoeksvraag opgesteld een aantal jaren geleden. Dat ging om welke invloed hebben waterdynamiek en nutriëntbeschikbaarheid op vegetatie en fauna van broekbossen. En daarmee ook op de ontwikkelingsmogelijkheden van deze broekbossen, bostypen, op voormalige landbouwgronden in beekdalen. Dat werd ook deels ingegeven door het idee wat toch heel lang heeft bestaan, dat broekbossen, ja, dat zijn best productieve systemen. Die zijn relatief voedselrijk. Naar ecologische begrippen zijn die voedselrijk. En het idee bestond ook wel van misschien kunnen we die wel op voormalig landbouwgrond vrij gemakkelijk ontwikkelen. Zonder dat we al te veel trucjes hoeven uit te halen. Gewoon een beetje vernatten en dan gaat het misschien wel goed. Dus dat is een beetje een achterliggende. En we hebben dus onderzoek gedaan om te kijken of dat inderdaad kan. En of die nieuwe de bossen zich dan ook ontwikkelen in de richting van iets wat lijkt op de oude, op de referentiebossen. Daarin hebben we ook nadrukkelijk meegenomen het aspect van overstroming. Omdat dat ook een rol speelt. Een aantal van die broekbossen, vooral ook de nieuw ontwikkelde broekbossen op landbouwgrond, maar ook oude broekbossen, relatief oude broekbossen, die worden overstroomd regelmatig door beekwater, sommige jaarlijks. En andere heel af en toe. Hier hebben we een voorbeeld van overstroming in 2008, als ik het goed heb, bij de Keersop. En dan zien we dat ook hele stukken landbouwgrond ook overstromen. En dat is waarschijnlijk ook niet zo is dat er tijdens zo'n overstroming alleen maar slip wordt afgezet door de beek. Maar dat er waarschijnlijk ook ontzettend veel slip juist tijdens die overstroming in de beken terechtkomt. Dat is denk ik een aspect wat we vaak vergeten. Maar wat best wel heel belangrijk zou kunnen zijn. En hier zien we de rand van het broekbos, van de kromhurken. En we zien dat het water hier, dat het tot aan de rand van het broekbos komt. En ook gedeelte van het broekbos is in dat jaar ook overstroomd met beekwater. Nog een mooier voorbeeld is misschien Heulowerbroek. Dat ligt bij Bergen. En dat ligt dat bij hele hoge maaswaterstanden, ligt dat in een bergingsgebied wat wordt overstroomd door maaswater. En hier zien we dat broekbos links, de droge condities, en rechts bij hoogwater en de Maas, dan loopt het helemaal onder. Dus overstroming kan een rol spelen en zoals Camille ook al aangaf, kan het ook duidelijk invloed hebben op de kwaliteit van je vegetatie. Dat is ook de reden waarom
overstroming hebben meegenomen als, als parameter. Nou, wat we hebben gedaan is, we hebben op 23 locaties hebben we... We hebben 23 broekboslocaties hebben we geselecteerd. En daar hebben we gekeken naar de vegetatiesamenstelling en structuur en ook naar nutriëntengehaltes. Van de bodem, van het water, het grondwater, maar ook de vegetatie zelf. We hebben selectie gemaakt. We hebben broekbossen geselecteerd die zijn aangeplant recent op landbouwgrond. Zonder dat er is afgegraven. En dan hebben we een broekboslocatie geselecteerd met overstroming en eentje zonder. We hebben hetzelfde gedaan voor landbouw aangeplante broekbos op landbouwgrond waar wel is gegraven. Er is wel afgegraven, maar dat betekent niet dat er altijd af is gegraven dat de volledige bouw voor is verwijderd. Dat betekent niet per definitie dat dit dan ook arm hoeft te zijn. Dat kan, maar dat hoeft niet. Ook weer locaties met en zonder overstroming. En we hebben mooie broekbossen, referentiesites. Waar geen landbouwgeschiedenis is geweest, tenminste niet recent. Bedoelen we geen landbouw in de laatste 100 jaar. En dat zijn dan ook een hele trits aan broekbossen die dan relatief mooi zijn. En ook weer met en zonder overstroming, om die invloed mee te nemen. We hebben gekeken naar vegetatiesamenstelling. En de abiotiek, en wat eigenlijk opvalt, is dat die heel erg afwijkt. Dat de mooie broekbossen, de referentiebroekbossen, die weinig overstromen, daar heb je relatief veel kentsoorten. En dat is dit rijtje aan soorten. Die je eigenlijk verwacht in broekbossen. En ook wel ruigte soorten, maar relatief minder. Je ziet dan in broekbos die regelmatig overstromen. Dat dan met name de veenmossen afwezig zijn. En dat daar ook heel vaak brandnetel voorkomt. Dan op voormalige landbouwgrond. Broekbossen die zijn aangeplant op voormalige landbouwgrond. Al dan niet met overstroming. Dan zie je dat heel veel van de soorten die je eigenlijk graag wil, die ontbreken. En ruigte soorten komen relatief vaak voor. Dus dat zijn duidelijk voedselrijkere bodems als je het moet beoordelen op de vegetatie. Dit plaatje laat het ook mooi zien. Rood, dat zijn alle referentiesites. Die worden gekenmerkt door relatief lagere P-concentraties, lagere P-verzadiging. En die hebben ook een hoger organisch stofgehalte, omdat het natuurlijk broekbossen zijn waar al gedurende langere tijd veen wordt gevormd, broekveen. We hebben ook gekeken naar de concentraties aan stikstof en fosfor in de vegetatie. En wat dan opvalt, in dit geval is elk puntje, dat is een plant die we hebben geanalyseerd. Wat dan opvalt is dat die NP-ratio in de planten, dat die vooral bepaald wordt door de concentratie aan fosfor in de planten. En niet door de concentratie aan stikstof. Dus we zien wat dit plaatje wel heel leuk laat zien, dat fosfor eigenlijk ook heel sturend is. Bij een hoge fosfaatbeschikbaarheid heb je een relatief lage NP-ratio en heb je dus N-limitatie. En bij een relatief lage P-concentratie heb je dus een relatief hoge NP-ratio. Dan heb je dus te maken met P-limitatie. En je kunt je voorstellen dat in een land als Nederland, waar heel veel stikstof uit licht komt vallen, en ook in broekbossen waarin elzen groeien, die ook in staat zijn om stikstof te binden. Want we weten dat op het moment dat er stikstoflimitatie is, dat stikstof kan leiden tot verruiging. Omdat alle stikstof die in het systeem komt, onmiddellijk kan worden omgezet in nieuwe biomassa. Dus je wil echt P-limitatie hebben om mooie vegetaties te krijgen. Dat is eigenlijk... Geldt ook voor broekbossen. En dat wordt dus niet aangestuurd door de hoeveelheid stikstof, maar de hoeveelheid fosfor in je systeem. Nou,
We hebben ook gekeken naar, hier zie je dat terug, we hebben ook gekeken naar de concentraties aan stikstof en P gewogen. Dus we hebben dan de gemiddelde de vegetabische samenstelling gewogen berekend en wat er dan in die plant aanwezig was. Dan krijg je het soort getal voor de vegetatie. En hier zie je ook terug dat met name dat dus ook die relatie weer terug tussen fosfor in de vegetatie en de stikstof-fosforverhouding in de vegetatie. Wat je ook hier heel mooi terug ziet is dat naarmate er meer fosfor in de vegetatie aanwezig is, dat er ook dat je te maken hebt met een voedselrijkere vegetatie. En hierbij zijn er scangetallen toegekend aan de planten, de Ellenberg-getallen die iets zeggen over de mate waarin ze voedselrijkdom indiceren. Dus je ziet heel duidelijk dat naarmate er meer fosfor in je vegetatie zit, dat je ook te maken hebt met een voedselrijkere vegetatie. Nou ja, we hebben verder gekeken, natuurlijk doorgekeken naar de bodem. Is dan die fosforrijkdom in de planten, correleert die met de fosfaatbeschikbaarheid in de bodem? Nou ja, als je dan kijkt naar fosfaatverzadigingsgraad, dat is een van de manieren waarop je kunt kijken naar de fosfaatrijkdom van een bodem. Dan zie je dat die fosfaatverzadigingsgraad ook correleert met de fosforconcentratie in de vegetatie. Dus hoe meer de bodem fosfaat verzadigd is, des te meer fosfor zit er in die vegetatie. En je ziet ook dat ook de indicatie voor de voedselrijkdom uiteraard weer correleert met de fosfaatverzadigingsgraad van de bodem. Kortom, in fosfaatrijke bodems heb je minder leuke vegetaties, heb je een ruigere vegetatie. En in de mooiste, de leukere vegetaties heb je vooral, dat is een bottom line, op locaties die relatief arm zijn aan P. Nou ja, fosfaatverzadigingsgraad, dat is eigenlijk een maat om naar fosfor te kijken. En dat is eigenlijk een manier waarbij je niet alleen naar fosfor kijkt, maar ook naar de hoeveelheid ijzer en aluminium die in de bodem aanwezig is om dat fosfaat te immobiliseren. Dat doe je aan de hand van een oxalaatextractie. Er komt een bepaalde hoeveelheid fosfor bij vrij en een bepaalde hoeveelheid ijzer en aluminium. Nou, de verhouding tussen fosfor en ijzer en aluminium die vrijkomt, zegt iets over de, wordt de fosfaatverzadigingsgraad genoemd. Naarmate die hoger is, is een bodem slechter in staat om het fosfaat vast te houden. Dat is het idee wat erachter zit. En je ziet hier is dat bij een fosfaatverzadigingsgraad tot 10 ongeveer, dat je eigenlijk de leuke vegetaties hebt. De referentievegetaties. Nou, dan kun je die fosfaatverzadigingsgraad natuurlijk bepalen. En dat hebben we ondertussen voor heel erg veel bodems gedaan. Voor vele honderden. Onder andere ook voor broekbosbodems. En je kunt dan ook kijken naar wat gebeurt er nou als je zo'n bodem onder water zet. En dan kun je kijken naar hoeveel fosfaat wordt er dan vrijgemaakt in het poriewater. Als gevolg van reductieprocessen waarbij ijzer wordt gereduceerd en fosfaat wordt vrijgemaakt uit de bodem. Nou, als je dan kijkt hoeveel, naar de relatie tussen hoeveel fosfaat er vrij wordt gemaakt in de bodem en de fosfaatverzadigingsgraad van de bodem, dan vind je een hele duidelijke relatie. En dan zie je dat juist in dat traject waarbij je die relatief mooie broekbosvegetaties hebt, en dat geldt niet alleen voor broekbosvegetaties, maar voor een hele hoop andere vegetatietypes ook, heb je te maken met een lage fosfaatverzadiging. Dus je ziet eigenlijk ook dat met die lage fosfaatverzadiging, dat er dus weinig fosfor wordt gemobiliseerd in de bodem na vernatten. Dus dat is waarschijnlijk de reden waarom je die vegetatietypes hebt bij lage fosfaatverzadiging. Omdat bij die lage fosfaatverzadiging, op het moment dat natter wordt, er nog relatief weinig fosfaat wordt vrijgemaakt. En op het moment dat die fosfaatverzadiging hoger is, komt er heel veel fosfaat vrij als het natter is. En dan kun je verwachten dat de natte systemen, dat je verrijking gaat krijgen. Je ziet hier heel mooi terug. En we wisten eigenlijk ook in ander onderzoek al wel dat broekbossen vooral voorkomen op bodems die relatief fosfaatarm zijn. Dit is fosfaatverzadigingsgraad, maar in het kader van ander onderzoek wat we hebben uitgevoerd al voor OBN hebben we ook gekeken. Hebben we op een andere manier de fosfaatbeschikbaarheid in bodems gemeten. En dat hebben we gedaan aan de hand van een OLCP-extractie. Hoe meer OLCP, des te meer
fosfaat er beschikbaar is voor de planten en andersom. En je ziet hier een correlatie tussen de OCP-concentratie en de totaal-P-concentratie in een bodem, uitgedrukt in millimol per liter bodem of micromol per liter bodem. En dan zie je ook al, dit zijn allemaal landbouwgronden gelegen rondom broekbossen. En dit zijn dan broekbossen. Dan zie je dat die mooie elzenbroekbossen, dat die altijd liggen op bodems met weinig fosfor. En dat geeft dus eigenlijk ook aan dat ook die elzenbroekbossen, die relatief voedselrijk worden geacht te zijn, dat die toch gestuurd worden door een lage beschikbaarheid aan fosfor. Dan kun je dat gebruiken. We hebben net al genoemd, als je naar landbouw broekbossen gaat aanplanten op landbouwgrond, dan is het verstandig, kun je hieruit concluderen om hier de fosfaatverrijkte toplaag te verwijderen. Anders zal het heel moeilijk worden om mooi broekbos te krijgen. In het verleden zijn heel veel van die bodems rondom broekbossen, die zijn ook bezand in beekdalen. Omdat dat Camille ook al liet zien. In die beekdalen kwam relatief heel veel veen voor. Hij heeft een hele lage draagkracht en heel veel beekdalen zijn in het verleden bezand. En nou goed, dat zie je dus hier op een aantal plekken terug hebben gemeten. Zie je dat heel fraai, dat de toplaag bestaat uit zand. Dat is het grijze gedeelte, maar je ziet ook dat, en eronder ligt vaak veen. Beekdal van het Gierense Beek Bestaven hebben we dat gedaan, en ook in de Kiefskamp, ook een beekdal. En je ziet dan eigenlijk terug dat als je die toplaag zou verwijderen, die fosfaatverrijkte toplaag, die zand, opgebrachte zandlaag, dat je daarmee ook al een groot gedeelte van je nutriënten verwijdert. En dan sla je eigenlijk twee vliegen in één klap, je krijgt weer veen. Wat eigenlijk een mooier substraat is om mee te beginnen voor die broekbosontwikkeling dan zand. En je krijgt en je bent je fosfaat kwijt. Dus dat biedt ook duidelijk kansen. Verwijder van het opgebrachte zand. Om die, soms al in de middeleeuwen, mensen hadden toen nog weinig te doen. Ja, dat biedt kansen. En dit zijn een paar profieletjes van in het beekdal van de Keersop. Dit zie je ook vaak dat er dieper in de bodem, dat er nog broekveenbodems voorkomen, waar dat ooit ook veen heeft, een veenvorming is geweest door broekbosontwikkeling. En ook hier zou je dus door de toplaag te verwijderen, niet alleen de nutriënten kunnen verwijderen, maar ook weer waarschijnlijk een beter uitgangssituatie kunnen creëren voor voor je broekbos. Nou, hoe ver ben je, Fons? Ben je al richting conclusies aan het werken? Ja. Goed, ik laat even iets zien over ijzerslip toediening. Maar een paar, het gaat heel kort nu. Goed zo, prima. Ja. Een van de manieren als je iets aan die fosfaattoestand wil doen, is het waarschijnlijk het handigste om dat fosfaat gewoon af te graven. Maar een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om heel veel ijzer, schoon ijzerslip, toe te dienen. En dan die ijzer-fosfaatratio omhoog te brengen. Dus je fosfaatverzadigingsgraad naar beneden te brengen. Dat zou een trucje kunnen zijn om je fosfaatverzadiging terug te brengen en op die manier fosfaat te binden. Je zou kunnen denken dat zou kunnen werken. Dus we hebben proeven hiermee gedaan. Het is een onderzoek wat gefinancierd is in Brabant Water. Die produceren heel veel ijzerslip. Naar het ijzerslip hebben we in Nijmegen laten komen, hebben ingedampt en dat hebben we steekvaste pasta van gemaakt die we konden mengen door broekbosbodems. Zie je hier, op drie plekken hebben we proeven gedaan, drie verschillende gebieden, waar recent een gedeelte van de toplaag was verwijderd. En daar hebben we ijzerslip toegediend. En dat waren allemaal bodems die nog, op twee van die locaties hadden we nog te maken met een hele veel te hoge fosfaatverzadiging. We hebben zoveel schoon ijzerslip toegediend dat de fosfaatverzadiging onder de kritische waarde kwam van die 10%. Hier zie je dat terug. Ijzerslip opgebracht, later hebben we dat erheen gemengd. En een gedeelte van de plots hebben we ook
uiteindelijk weer, daar hebben we planten in gebracht, aangeplant. Om te kijken of het aanbrengen van planten zou helpen. Wat je dan ziet is dat ijzerslip, die fosfaatverzadiging, dat is hier een maat, die kun je inderdaad naar beneden brengen. Afhankelijk van de locatie tot onder de kritische waarde. Maar je ziet dat je in principe aan de totaal P-voorraad van de bodem niks doet. Dat is interessant. Nou, de uitkomsten. Porivocht zie je dat terug. Je bent de ijzerslip toedient. Minder fosfor in het porivocht. Dus je zou dan kunnen denken, lager fosfaat beschikbaarheid. Dat gaat goed. Nou, wat eigenlijk bleek, is dat het maar op één locatie werkte. En dat was de locatie Jammerdal. Daar zag je dat de aantallen kalta en kala die we hadden ingebracht, dat die toenamen als je ijzerslip toediende. En het was ook een locatie die relatief nat bleef. En we hebben er nog veel meer data van, maar eigenlijk is de conclusie dat het manipuleren van die ijzer-fosforverhouding door ijzerslip aan te brengen zonder dat je iets doet met de totale fosfaatvracht, dat kan werken als in hele natte systemen. Maar dat het in droge systemen niet werkt. In droge systemen zag je dat het eigenlijk helemaal niks deed met de vegetatieontwikkeling. En dat is denk ik een heel belangrijk iets om in het achterhoofd te houden. Dus bedenk dan ook dat vooral in combinatie met daar waar je ontgrond en nog net iets met de hoge fosfaatwaarde zet, daar zou ijzerslipadditie wel additioneel heel gunstig kunnen zijn. Met name ook omdat je dan eigenlijk de hoeveelheid ijzer in je systeem brengt, die je normaal gesproken pas in je bodem zou krijgen door 600 of 700 jaar aanvoer van grondwater. En dat is denk ik een hele belangrijke. Dit kan ik heel erg snel laten zien. Wat is het effect van beekslip, wat in de beek ligt op de vegetatie, ontwikkeling in broekbos. Daar hebben we uitgebreid rapport over opgesteld, wat heel binnenkort gaat verschijnen. We hebben verschillende beeksoorten hebben we uitgetest. Het eerste wat opvalt is dat niet elke beekslip hetzelfde is. We hebben drie verschillende beken hebben slip verzameld en geanalyseerd. Dan zie je dat je hebt te maken met soms met heel ijzerrijk slip, met extreem fosforrijk slip, ammoniumrijk slip, of soms is het wat minder P-rijk, et cetera. We hebben ook te maken met slip wat heel erg kan verzuren, goorloopslip. Hij heeft een hele ongunstige, hele hoge zwavel, calcium-magnesium ratio. Dit is slip wat verzuurt op het moment dat het gaat oxideren, op het moment dat het op het land komt. Deze mag slip... ik toch vragen om jumping to conclusions te doen? Ja, precies. De conclusies die zijn heel snel. Nou, wat eruit komt is eigenlijk dat slip, je moet altijd voorkomen dat er slip, beekslip in je broekbos terechtkomt. Omdat het of leidt tot eutrofiëring of tot ernstige verzuring als het slip verzuringsgevoelig is. En met name die verzuringsgevoeligheid zien we hier terug. Dit is onder droge condities, goorloopslip, dat leidt tot hele slechte vegetatieontwikkeling. De vegetatie gaat dood. En dat is iets wat we onderschatten, wat we niet zo goed kennen. Wij denken dat slip eigenlijk alleen maar dat er aanvoer plaatsvindt van fosfor. Maar er kan ook heel veel aanvoer plaatsvinden van verzurende substanties. Dus beekslip moet je voorkomen. Nou, hydrologie is super belangrijk, dat is duidelijk. Dus stagnatie van grondwater in je systeem moet je voorkomen. Even kijken. En nu ging die heel hard. Ja, we zijn er nou uit. Ik denk dat die... even kijken. Oh ja, ik had nog een slide met conclusies, maar die... Maar het komt er eigenlijk op neer dat je ook voor de ontwikkeling van broekbossen op voormalige landbouwgrondlijnen echt iets moet doen aan de hydrologie. Het moet veel natter worden. Ook voor broekbossen geldt dat eigenlijk. Op dit moment is er veel te weinig grondwater aanvoer om de broekbossen eigenlijk die we nog hebben, om die eigenlijk kwalitatief overeind te houden. Het heeft te maken met verdroging en die verdroging kun je niet... Die kun je niet aanpakken door water vast te houden in je broekbossysteem. Dus je kunt dan de interne ontwatering, je kunt wel grondwater wat aan wordt gevoerd vasthouden. Dat leidt bijna altijd tot verruiging. Dat weten we ondertussen ook. Je hebt echt aanvoer nodig van grondwater en een systeemgebonden afvoer. Waarbij er continu water uit je broekbos loopt. Nou, dat is in het broekboskern al heel moeilijk. Dat is natuurlijk in die omgeving is dat nog veel lastiger. Als je het broekbos wil uitbreiden, is dat eigenlijk altijd bijna veel te droog.
Nou, je kunt er iets aan doen door in ieder geval het maaiveld te verlagen. Dat helpt ontzettend bij fosfaatafvoer en het ook natter maakt. Maar je zult ook in de wijdere omgeving heel veel moeten doen. En dat betekent drainage stoppen en overgaan op een andere vorm van landbouw. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je... Oké. Ja, dus dat zijn wel een aantal stappen die je moet zetten om tot goede vormen van broekbos te komen, begrijp ik. Zijn er eigenlijk al geslaagde voorbeelden van nieuwe broekbossen of is dat gewoon nog niet gelukt? Het is eigenlijk nog niet gelukt. Dat is rondom een broekbosreservatie wel vaak dat op sommige wat natter plekken dat leuk gaat, maar dat zijn hooguit tientallen vierkante meters. Maar over een heel groot gedeelte waar broekbos aangeplant staat het op de kaart, weliswaar als broekbos. En lijkt het op de kaart, overzichtskaartje, kun je denken van wat een geweldige natuurontwikkeling vindt hier plaats. Het broekbos is qua omvang verviervoudigd. Maar in de praktijk is dat eigenlijk niet het geval. En ja, ontwatering is toch een heel erg groot probleem in de beekdalen. Ja, en dus dat moet echt, ja. En dat zijn geldt dus ook. Zielige vormen van broekbos, begrijp ik. Er kwam nog een vraag binnen of het ook eigenlijk nodig is om broekbos te planten, want komt het niet spontaan op, de bomen? Ja, het wordt soms aangeplant, maar ook als je niet rondom de keersop zijn er ook hele percelen, er is gewoon niks aangeplant. Het is spontaan, broekbos heeft zich daar ontwikkeld. Ja, broekbos, ja. Opslag van elzenhout, dat is dan eigenlijk... Precies, nee, dus dat komt dan toch wel spontaan naar boven, begrijp ik. Helder. We zijn ook een beetje door de tijd heen. Ik heb niet de indruk dat er nog prangende vragen zijn blijven hangen in de chat. Hoogstens nog eentje over de CO2 en de CA4, maar dat komt misschien in de discussie nog even terug. Dat heeft hier wat minder relatie mee. Dus ik wil je hartelijk bedanken, Fons, voor je bijdrage. Je kan de schermdelen ook weer uitzetten, dan hebben we iedereen weer in beeld. En ondertussen is naast mij aangeschoven Ralf Verdonschot. Welkom. Komt nu langzamerhand in beeld. Ralf is aquatische ecoloog bij het onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research. En doet herstel naar de effectiviteit van bekerstel, vooral in relatie tot de fauna. Je gaat het vooral over de kleine fauna hebben, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Werk je al lang bij Wageningen Research? Of environmental research? Ja, een jaar of 12 inmiddels. Dus dat is al een hele tijd. Altijd met dit thema bezig geweest? Ja. Kijk, dat is... ik zet ondertussen de diavoorstelling aan. En of je iets dichter bij de microfoon wil gaan zitten, krijg ik een aanwijzing links. En dan goed in de microfoon. Dan kan de presentatie aan ondertussen. En dan kan Ralf beginnen met zijn verhaal over de kleine fauna. Oké, dankjewel. Ik ga vanmiddag iets vertellen over de fauna van beekdalen. En ook met een kleine uitstapje naar de fauna in de beek. De onderste pijl is het. Kijk. Beek- en rivierdalen zijn enorm belangrijk voor fauna. Want wat je ziet is dat die systemen echt een enorm hoge biodiversiteit kennen. Worden ook wel eens de tropische regenwouden van de gematigde zone genoemd, omdat je gewoon een enorme concentratie van biodiversiteit ziet in dat soort systemen. De achtergrond daarachter is dat er in een beekdal of in een rivierdal een hele grote concentratie optreedt van verschillende habitattypen. En dat vindt plaats op een heel beperkt oppervlak. De consequentie daarvan is dat je een soort mozaïek krijgt van allerlei verschillende habitatjes met allerlei overgangen daartussen. Dus wat je dus ziet is dat er tussen die verschillende habitats gradiënten ontstaan, bijvoorbeeld van nat naar droog of van kaal naar begroeid. Plekken die heel stabiel zijn in de tijd en plekken die heel instabiel zijn. Dus er ontstaat een heel groot mozaïek van allerlei verschillende allerlei verschillende habitats en overgangen daartussen. Nou, juist dat soort mozaïeken en gradiënten zijn essentieel voor heel erg veel soorten. Als we naar ongewervelden kijken, dan zie je dat die ongewervelde insecten, als je bijvoorbeeld de insecten als voorbeeld neemt, zie je dat gedurende hun levenscyclus
dat die insecten verschillende huid dat ze nodig hebben om die levenscyclus te kunnen vervullen. Ik heb hier een plaatje van een kokerjuffer afgebeeld. Dus de kokerjuffer Leprostoma basale leeft in de beek als larf. Dan leeft hij op hout. En dat hout gebruikt hij om op te voeden. Hij eet houtvezels op. En wat hij vervolgens doet, is ook op dat hout verpoppen. En vervolgens vanaf dat hout vliegt hij uit die pop als volwassen dier. En dan vliegt hij naar de elzenbomen toe die langs de beek staan. Wat die volwassen dieren daar vervolgens gaan doen, is zoeken naar bladluizen. En dan gaan ze vervolgens de honingdauw die op de achterlijf van de bladluizen zit drinken om energie op te doen om hun eieren af te kunnen zetten. Dat doen ze weer in de buurt van hout wat in de beek ligt. En die eieren die spoelen dan naar het hout toe en dan begint de cyclus weer van vooraf aan. Wat je dus ziet is dat er dus een koppeling is tussen die beek en het beekdal, dus het terrestrische wat er omheen ligt. En ook dat soorten verschillende elementen in dat landschap nodig hebben om hun levenscyclus te kunnen vervullen. Nou, wat dan heel belangrijk is dat in die mozaïek is dat de afstand tussen die verschillende onderdelen die ze nodig hebben, dat dicht genoeg bij elkaar ligt. Dus die afstand die moet overbrugbaar zijn. Want het mag natuurlijk niet te veel energie kosten of te veel moeite om van de een naar de andere stap te kunnen gaan. En als je dan in zo'n beekdal kijkt, dan zie je dat er verschillende voorbeelden van zijn van eigenlijk die heterogeniteit op microschaal. Ik heb hier een paar plaatjes op de slide gezet waarbij je voorbeelden van kan zien. Bijvoorbeeld, dat is een boomgroep die in het beekdal zit, in een veenmoeras. Maar ook op nog kleinere schaal, bijvoorbeeld de bulten en slenken die je in een kleine zeggenmoeras vindt. Zie je dus op hele kleine schaal heb je dus nat-droog overgangen. Hetzelfde geldt voor een broekbos. In een broekbos zie je dat ook. Als je dan naar die elzenboom in het broekbos kijkt, dan zie je dat die stamvoeten eigenlijk een soort eilandjes zijn die in een hele natte omgeving liggen. Dat betekent dat dieren dus op verschillende plekken langs die gradiënt kunnen opzoeken. Als ze net drogere plekken nodig hebben, gaan ze de stamvoet op. Dan hebben ze nattere plekken nodig, gaan ze weer van de stamvoet af en dan gaan ze naar het water toe. En juist dat soort kleinschaligheid, dat soort mozaïeken zijn heel erg belangrijk. In het kader van het OBN zijn we al bijna 10 jaar bezig met het onderzoeken van ongewervelden in beekdalen. Het zijn eigenlijk twee hoofdthema's in te onderscheiden. Het zijn dus het onderzoek in broekbossen en het onderzoek in kleine zeggenmoerassen. En van allebei die groep onderzoeken laat ik wat voorbeelden zien. Wat we helemaal aan het begin van die serie onderzoek hebben gedaan, is gekeken van wat voor soorten horen nou bij die zegmoerassen en bij die broekbossen. En wat bleek nou, als je kijkt naar de soortsamenstelling in die beekdalen, dan zie je dat er enorme overlap is in soortsamenstelling. Bijvoorbeeld met laagvenen, met rietlanden, het groot zegmoeras, kleine zegmoerassen, zelfs natte graslanden zo af en toe. Dus je ziet dat er dus in al dat soort systemen ongeveer dezelfde soorten voorkomen. Maar wel als je alles bij elkaar optelt, dat het gewoon een enorme biodiversiteit oplevert. Er zijn gewoon gigantisch veel soorten die in deze systemen te vinden zijn. Als we dan naar de beekdalvenen kijken, dan zien we dat er een paar groepen heel erg belangrijk zijn, met heel veel soorten voorkomen. En die hebben we verder bekeken in een gradiënt van Polen, Duitsland, Nederland en België. Dan hebben we gekeken naar spinnen en loopkevers die met potvallen gevangen zijn. En naar kokerjuffers en nachtvlinders die met lichtvallen gevangen zijn. Dat hebben we in verschillende situaties gedaan, van gedegradeerd tot helemaal oorspronkelijk. Wat we vervolgens hebben gedaan is gekeken naar wat voor milieufactoren bepalen nou welke soort je waar vindt in zo'n kleine zeggenmoeras. En er kwam een beeld naar voren voor de verschillende groepen. En wat je dan zag was dat de verschillende groepen verschillende onderdelen van van de kleine zeggenmoeras nodig hadden. Maar wat er op landschapsschaal heel erg duidelijk uitkwam, was dat bomen en struiken voor het merendeel van de groepen belangrijk waren.
Dus dat is wel grappig, want we zagen in de voorgaande presentaties dat er relatief weinig bomen voorkomen in die zegmoerassen. Maar wat je dus ziet is dat de bomen die er zijn, dat die heel belangrijk zijn voor die fauna die in dat beekdal leeft. Zoomen we dan verder in en gaan we kijken op de vierkante meter schaal. Dan zien we dat er een heleboel verschillende factoren van belang zijn. Eentje die er heel duidelijk uitsprong voor de verschillende groepen was die microtopografie, die ik toen net ook al benoemde. Dus die bult-slengstructuren in dat moeras. Dus echt dat relief wat je op kleine schaal ziet, is heel belangrijk voor veel van die soortgroepen. Wat er verder ook nog naar voren kwam, was dat sommige soorten, maar lang niet allemaal, of sommige groepen beïnvloed worden door het beheer. In dit geval waren dat de spinnen. Als je naar spinnen kijkt, dan zie je dat spinnen heel erg gevoelig zijn voor het beheer van, van die zegmoerassen. Op het moment dat die heel intensief beheerd worden, zie je dat de spinnendiversiteit af begint te nemen. Wat verder ook belangrijk was, een belangrijke bevinding was dat op het moment dat je een veen gaat ontwateren, dan zie je dat een andere groep, de loopkevers, opeens heel erg toe gaan nemen. Dus eigenlijk zijn die loopkevers in dit soort systemen een soort storingsindicator. Wat we verder nog zagen was dat de vegetatie, de structuur van de vegetatie en de samenstelling van de vegetatie heel belangrijk was voor die verschillende faunagroepen. Dus hoeveel mos er staat, welke planten er staan en vooral ook hoe licht doorlatend vegetatie was, dus hoe open. Dat waren factoren die belangrijk waren voor die samenstelling van die fauna. Zoals ik toen net ook al een beetje noemde, was dat maaien invloed heeft op welke soorten daar voorkomen. En wat je dan ziet, is dat als je bijvoorbeeld naar nachtvlinders kijkt, zie je een deel van de verklaring van waarom dat maaien nou invloed heeft. Als je dan kijkt naar wat voor overwinteringsstrategie die nachtvlinders hebben, dan zie je dat is het grafiekje aan de rechterkant. Wat je dan ziet is dat op het moment dat je maait, dat heel erg veel nachtvlinders overwinteren als ei bij de bodem. Terwijl op het moment dat je niet maait, zie je dat er nou juist veel meer overwinteraars zijn die dat als pop of rups doen. En dat doen ze dan op de vegetatie. Dus dat betekent op het moment dat je gaat maaien en je haalt al die vegetatie weg, dan zie je dus dat die strategieën niet meer passen bij de situatie die je daar hebt. Dus op het moment dat je als pop in de vegetatie zit en de vegetatie wordt weggemaaid, dan doe je het niet meer op die plek. Zo zie je dat maaien invloed heeft op welke soorten ervoor kunnen komen. En dat is een belangrijk ding, want er worden natuurlijk in veel van dit soort systemen in Nederland bijvoorbeeld, wordt er intensief gemaaid om de vegetatie maar zo optimaal mogelijk te krijgen. Maar wat je dus ziet, is dat dus consequenties heeft voor de fauna die in je systeem voorkomt. Wat er ook nog gebeurt is dat het microrelief, wat zo belangrijk is voor veel van die groepen, weggehaald wordt op het moment dat je aan het maaien bent. Dus hoe vaker je maait, hoe egaler dat terrein eigenlijk wordt. Dus als je het heel intensief doet, verandert het in een soort golfbaan uiteindelijk. Wat ik ook op de foto hier van een plek in de Drentse A heb neergezet. Dan zie je dus een hele korte vegetatie waar eigenlijk bijna geen structuur meer in zit. En dat werkt negatief door voor de fauna. Als we dan naar een ander systeem gaan kijken, naar de broekbossen, dan zie je er ook allerlei patronen naar voren komen op het moment dat je de milieufactoren gaat relateren aan de fauna die je daar vindt. In het geval van de broekbossen hebben we gekeken naar zowel de aquatische fauna, dus de fauna die je in de poeltjes in het broekbos vindt, als naar de semi-terrestrische fauna die op de droge stukken zit. Die semi-terrestrische fauna, dat waren weer loopkevers en spinnen waar we naar keken. En voor de aquatische fauna keken we eigenlijk naar alle groepen die daar aanwezig waren. Als je dan naar die semi-terrestrische fauna van het broekbos kijkt, dan zie je dat er een aantal factoren belangrijk zijn. Ten eerste is dat de aanwezigheid van water. Dus ook beesten die op het land leven hebben dus worden heel duidelijk gestuurd door de hoeveelheid water die er aanwezig is. Dat komt omdat ze vaak leven op net de overgang tussen water en land. Dus ze hebben dat water wel nodig om die plek in die gradiënt in te kunnen nemen. Verder is de vochttoestand van het bos heel erg belangrijk. De trofiegraad, dus hoe voedselrijk is het.
En verder de vegetatiebedekking, de bedekking met mossen en de hoeveelheid kale bodem die in zo'n bos aanwezig is. Voor de aquatische fauna is ook het water, open water, belangrijk natuurlijk, want dat hebben ze nodig om in te leven. De vochttoestand, weer de voedselrijkdom. Ook de zuurgraad speelt daar een belangrijke rol. Van de zuurdere bossen hebben dus een andere aquatische fauna dan de minder zure bossen. En verder de bedekking met vegetatie, immerse vegetatie, dus dat is de opgaande vegetatie. En ook de bedekking met kroos. Want je ziet veel broekbossen met veel water dat die helemaal vol met kroos zitten. Wat ook een eutrofieringsverschijnsel is. En dat heeft grote invloed op welke aquatische fauna er voorkomt. Als je dan kijkt naar hoe moet zo'n broekbos er nou uitzien voor die fauna, dan zie je dat het hydrologische regime eigenlijk zowel niet te droog moet zijn, maar zeker ook niet te nat. Dus we zagen juist in die broekbossen die extreem vernat waren en het hele jaar onder water stonden, dat je daar echt een teruggang in fauna zag, terwijl broekbossen die in de winter nat waren en in de zomer het water terugzakte tot net op maaiveld, zeg maar, dat hij een beetje vochtig bleef, maar niet dat het niet boven het maaiveld stond, zag je dat die een veel bijzonderdere fauna kende. En wat ook belangrijk was, is dat zo'n broekbos een relief heeft. Dus net zoals wat we in de kleine moerassen zagen dat je bulten en slenken moest hebben, moet je in een broekbos voor een rijke fauna een microtopografie hebben in de vorm van kuilen. Bijvoorbeeld plekken waar bomen zijn omgevallen, waar die wortelkluit een gat heeft gemaakt in de bodem. En plekken die hoger zijn en wat droger. Dus ook weer dat relief erin, dat is heel erg belangrijk. Ik heb hier tenslotte nog een plaatje neergezet van een permanent geïnundeerd eutroof broekbos, waarbij je ziet dat het helemaal vol met kroos zit. Dus die omstandigheden in zo'n systeem zijn heel erg ongunstig voor fauna. Wat daar ook een hele belangrijke rol in speelt, is dat op het moment dat je zo'n situatie hebt, krijg je heel erg veel afbraak van organisch materiaal in dat water, waardoor er hele ongunstige omstandigheden optreden, doordat met al dat rottend materiaal eigenlijk het water permanent zuurstofloos wordt. En die aquatische fauna kan daar niet goed mee omgaan. En dat betekent dat alleen maar een groep soorten overblijft die heel erg goed aangepast zijn en dat soort omstandigheden. Dus die bijvoorbeeld ademhalen uit de lucht. Of zuurstof uit de lucht halen om te kunnen ademhalen. Dus weer voor een broekbos geldt, net zoals voor een klein zeggenmoeras, je hebt een mozaïek nodig dus van open en gesloten plekken, natte, droge plekken. Dus echt een mozaïekstructuur van verschillende omstandigheden. Wat zie je nou in die beekdalen optreden, is dat nou juist die mozaïeken en gradiënten steeds meer verdwijnen. Sterker nog, de meeste beekdalen hebben die mozaïekstructuur en gradiënten al helemaal niet meer. Door hydrologische verstoring, morfologische degradatie, dus het rekken van je beek, belasting met stoffen. Je ziet dus allerlei stressoren die samen ingrijpen op dat beekdal. En dat leidt tot eigenlijk een enorme homogenisatie van die systemen. Dus al die differentiatie die je had, die heb je op de meeste plekken niet meer. Gevolg is dat er eigenlijk, als je naar de soorten kijkt, dat er een paar soorten overblijven die enorm dominant zijn. En alle soorten die specifiekere omstandigheden nodig hebben, die zijn teruggedrongen tot hele kleine populaties. Dus eigenlijk zijn veel van die beekdalen een homogene massa geworden van dezelfde omstandigheden met een paar soorten die het daar goed in doen en alle anderen zijn weg. Dat biodiversiteitsverlies wat dat tot gevolg heeft gehad is enorm. Als we kijken naar de soortrijkdom en biomassa van kokerjuffers op het moment dat je het Rospuda-veen, wat eerder ook al genoemd is, vergelijkt met de Drentse A nu, terwijl de Drentse A nog wel een hersteld systeem is, wat gedegradeerd is, maar wel waar allerlei herstelmaatregelen genomen worden. En je kijkt naar de biodiversiteit in die systemen, dan is dat best schrikbarend. Het linker grafiek geeft de soortrijkdom aan van een lichtval bij één nacht vangen van kokerjuffers. En het rechter grafiekje geeft het aantal individuen weer wat je dan vindt. Wat je dus ziet is, ten opzichte van de referentie is de Drentse A, ondanks alle herstelmaatregelen, nog steeds enorm verarmd ten opzichte van zo'n natuurlijk systeem. Dus dat betekent voor de fauna dat er nog heel veel dingen moeten gebeuren om dit beter te krijgen of weer op het niveau te krijgen zoals het ooit was.
En dit is ook hard nodig, want wat je ziet is dat dat verlies van biodiversiteit meer consequenties heeft dan dat er soorten verdwijnen alleen. Dus je ziet dat veel van die soorten in beekdalsystemen grote invloed hebben op de processen die in zo'n beek en in het beekdal verlopen. Als je in de beek zelf kijkt bijvoorbeeld, zie je dat de aquatische insecten, de larven ervan die onder water leven, een grote invloed hebben op de afbraak van het organisch materiaal in de beek. In de herfst vallen er bijvoorbeeld heel veel bladeren in die beken, als de bomen lang staan. En wat je dus ziet is dat die bijvoorbeeld kokerjuffer-larven ervoor zorgen dat die bladeren in kleine stukjes worden geknipt. Die kleine stukjes worden weer opgegeten door andere ongewervelden die daarin voorkomen. En vervolgens breken bacteriën die laatste kleine fragmentjes af. Op het moment dat je allerlei soorten gaat verliezen uit het systeem, zie je dat die afbraak van dit soort processen steeds minder efficiënt gaan verlopen. En uiteindelijk heeft dat weer gevolgen voor je waterkwaliteit. Want dat betekent dat je dus enorme ophopingen van organisch materiaal in dat soort systemen krijgt. Met alle gevolgen van die. Dus die soorten die verdwenen zijn, wil je terug. Of je wil die populaties versterken. Maar goed, dan komt er een ander probleem om de bocht kijken. Want we zijn nu wel op grote schaal bezig met herstel van beken en beekdalen. Maar er is enorm veel verloren gegaan de afgelopen decennia. Of zelfs gaat het nog wel verder terug. En wat je dus ziet is dat dispersie van organismen een steeds belangrijkere rol gaat spelen in het behalen van succes in herstel. Want veel soorten zijn teruggedrongen in hele kleine populaties die over het algemeen ver weg liggen van de herstelde systemen. Wat je dus ziet is dus dat de dispersiecapaciteit en waar die populaties van de restpopulaties van soorten nog zijn overgebleven en hoe groot die populaties zijn, dus hoeveel individuen die voortbrengen die nog op pad gaan, op zoek gaan naar andere plekken, dat is enorm belangrijk geworden. Dat bepaalt heel erg sterk van keren die soorten nou terug op plekken die je hersteld hebt. Hoe belangrijk dit is, hebben we in een OBN-onderzoek laten zien, waarbij we gekeken hebben naar het helpen van de dispersie van soorten. We hebben een specifieke kokerjuffersoort, een kokerjuffer die heel erg typisch is voor laaglandbeken. Dat is de kokerjuffer vangt de levenscyclus aan het begin van de presentatie heb laten zien. Die soort is teruggedrongen tot een aantal populaties in Zuid-Limburg en Midden-Limburg. En die is verdwenen uit het grootste gedeelte van de andere laaglandbeken die we in Nederland hebben. Kijk, helemaal goed weten we niet precies waar die soort ooit heeft gezeten, omdat macrofaunaonderzoek eigenlijk relatief jong is, waardoor we niet goed weten van welke soorten er vroeger of in de referentiesituaties voorkwamen. Maar op basis van studies in het buitenland weten we dat deze soort echt typisch was voor onze laaglandbeken en eigenlijk overal voorgekomen zou moeten hebben. En wat we gedaan hebben is deze kokerjuffer overbrengen van Limburg naar een herstelde beek op de Veluwe. Om te kijken van hoe belangrijk is die dispersielimitatie nou voor het terugkeren van zo'n soort. Dus wat we hebben gedaan is de soort uitzetten in die herstelde beek. Dat hebben we gedaan hier bij het rode sterretje wat je op het kaartje kan zien. En vervolgens zijn we in de jaren daarna gaan kijken van hoe doet zo'n soort nou in die herstelde beek? Is het nou zo dat de randvoorwaarden op orde zijn en dat het puur de dispersie is die limiterend is voor deze soort om terug te keren? En wat bleek nou? Die soort deed het enorm goed in de beek waar we hem in hadden gezet. We zagen dus in de jaren nadat we hem hadden uitgezet een steeds verder uitdijende populatie van die soort. En het bleek zelfs dat die soort over kilometers beeklengte zich eigenlijk overal verspreidde en op elk stukje hout wat je in die beek vond, want hout is het substraat voor die soort, kon je die larven na een aantal jaren terugvinden. Dus dit laat zien dat dispersie in herstel enorm belangrijk is om succes vast te stellen. Want als soorten er niet meer kunnen komen, dan kan je ze ook niet meer terugvinden op het moment dat je alles op orde hebt gemaakt in zo'n systeem. Dus
dit pleit ervoor om te kijken van, ja, wat zijn dit soort dispersiebarrières nou als je herstel aan het doen bent? En moeten we misschien bepaalde soorten niet een handje helpen om ze terug te kunnen laten keren in onze herstelde systemen? En daar sluit ik mee af. Oké, heel mooi. Dankjewel, Ralf. Dat was toch nog een beetje, de dispersie geeft in ieder geval de hoop dat er ook nog weer wat herstel mogelijk is. Want verder was het een, laten we zeggen, dit blok iets een beetje deprimerend, zou ik bijna zeggen. Omdat je ook niet zulke geweldige positieve berichten had over de fauna. Ik ga eerst even een vraag stellen uit de persoonlijke belangstelling voor een gebied hierachter waar ik al over vertelde. Een natuurontwikkelingsproject. Daar is discussie van, ja, we moeten vooral maaien, want we willen blauw grasland en trilveen. Dus we moeten vooral maaien. En jij zegt eigenlijk, denk daar maar eens even goed over na. Want voor dat maaien is dan ook weer, speelt ook weer, daar moet vooral alles een beetje egaal zijn. Maar die maaimachine moet er goed doorheen kunnen, dus te veel relief wordt al snel lastig. Maar jij hebt een heel ander pleidooi. Je zegt meer relief en minder maaien, begrijp ik. Ja, dat klopt helemaal. Ik ken het gebied goed wat je beschrijft. Dus ik schrok er ook een beetje van de egalisatie van de vegetatie waar eigenlijk alles weggemaaid is. Dus wat je eigenlijk moet doen is toch altijd stukjes laten staan. Dus een soort refugia voor de fauna die niet gemaaid wordt. Waarbij je dus naar een soort cyclisch beheer toe gaat. Waarbij je stukjes laat staan het ene jaar en het andere jaar weer wegmaait. Zodat die soorten toch een plek hebben waar ze kunnen overleven. En dat moet eigenlijk al vanaf jaar 1. Want er wordt nog gesproken over overgangsbeheer. Dus eerst een paar jaar nog goed deels maaien. En daarna wat meer naar sinus maaien en wat meer laten staan. Maar eigenlijk is jouw pleidooi ook vanaf jaar 1 al cyclisch maaien? Eigenlijk wel, ja. Want hier heb je ook te maken met kolonisatie door fauna. En kolonisatie is altijd een soort kansberekening. Hè? Een soort kan toevallig opduiken in een gebied. En dan wil je hem daar eigenlijk ook houden op het moment dat hij toevallig zijn plek heeft bereikt. Dus dat pleit er ook voor om eigenlijk vanaf het begin af aan al stukjes vegetatie te sparen. Ja, en dan is de kans op de entree van die soorten groter. Ja, elk jaar heb je weer kans dat bepaalde soorten terugkeren. Dus het lijkt me goed om dat vanaf het begin in te zetten, op die manier. En hoe kunnen we nou, je had het laatste over die dispersie, hoe kunnen de stap van voor die soorten van Zuid-Limburg naar richting Noorden is een vrij grote stap. Moeten we daar nu actieve herintroductieprogramma's opzetten? Of hoe heb je daar ideeën bij? Hoe moet ik me dat voorstellen? Dat is een optie om herintroductie te gaan doen. Maar je moet beginnen met eerst heel erg goed kijken van waar zitten die soorten nou nog? En over welke afstanden hebben we het dan? En kunnen we die soorten misschien niet een beetje helpen om zich beter te kunnen verspreiden? We weten bijvoorbeeld in hele grote open landbouwgebieden dat die soorten moeilijkheden hebben om zich daar doorheen te bewegen. Dus dan zou je kunnen denken van, moet je niet misschien met een soort corridors gaan werken? We weten bijvoorbeeld dat kookjuffers kunnen zich bijvoorbeeld heel erg goed verplaatsen door bossen, maar niet zo goed door open landschap. Dus moet je dan niet verbindingen door middel van bossingels of zo gaan maken? Om het op een natuurlijke manier mogelijk te maken, eigenlijk. Want het is toch altijd eerst natuurlijk en dan een handje helpen. Toch het ecologisch netwerk gaan sluiten. Ja, ja. Dat heb ik hieruit. Exact. Helder, ja. Ik heb in dit geval de chat niet kunnen volgen. Dus ik kijk even naar Tim of Rudy om te kijken welke vragen of daar vragen langs zijn gekomen. Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. As we speak ontvouwt zich een hele discussie over hoe dat nou moet met het herintroduceren. Ik zag bijvoorbeeld de vraag van, kunnen we al een setje herstel je macrofauna soorten bestellen die je in je beek kunt mikken? Precies. Dat is wel een hele creatieve, of we al zover zijn. Maar aan de andere kant ook het criterium wat de IUCN hanteert voor herintroductie. Dat is namelijk dat je wel moet weten dat de soort er vroeger ook gezeten heeft. Van hoe ga je daar dan mee om? Want het is misschien niet altijd bekend. Dat is misschien aardig om Ralf even op te laten reageren. Ik zal beginnen met het setje macrofauna. Ja. Dat is inderdaad een interessante optie. We hebben nu in ieder geval laten zien van als je dat gaat doen, dat je wel kans van slagen hebt. Mits de omstandigheden natuurlijk in zo'n beek geschikt zijn voor de soorten die je
introduceert. Alleen het probleem is dat je dan eigenlijk nooit precies weet van wat je nou allemaal meeneemt. Als je dan naar de IUCN-criteria kijkt, dan is dat toch niet helemaal de bedoeling. Dus dan wordt het faunavervalsing. Ja, dan kan je je voorstellen dat je misschien sommige soorten eigenlijk doorjaagt, omdat je ze op de verkeerde plek misschien uitzet. Dus ja, dat pleit er wel voor om goed te kijken van welke soorten verplaats je nou en welke soorten niet. Dat je er in ieder geval goed beeld bij hebt van wat dat dan zijn. En verder qua het voorkomen van soorten, of dat is bij maakfauna moeilijker, omdat je dus niet zo goed weet van wat er in het verleden aanwezig is geweest. Maar goed, dan kan je dus nog steeds kijken naar vergelijkbare systemen die in goede toestand zijn en kijken van welke soorten daar nou voorkomen. En weten van macrofauna in ieder geval dat eigenlijk heel Noordwest-Europa tot ongeveer Midden-Polen aan toe ongeveer dezelfde levensgemeenschappen bevat. Dus dat kan je heel goed als een soort eikpunt gebruiken. Ja, goed, dankjewel. Nog andere vragen, Tim? Ja, nog één vraag. Die kwam wat eerder in de presentatie naar voren. Ralf liet zien dat je een broekbos niet te lang onder water moet zetten. Te lange inundatie is ook niet goed. En er was eigenlijk de vraag van, ja, waar ligt dan eigenlijk de balans? Hè? Hoe lang is winterinundatie? Zou je broekbos in de winter moeten laten inunderen om dan toch geschikte omstandigheden te krijgen? Is daar iets over te zeggen over die periode? Ja, dus dan moet je denken aan dat het water in het winter halfjaar boven maaiveld staat. Dus zeg maar zo in de loop van april, mei, dat het dan ongeveer op maaiveld is. En dan op maaiveld of net onder maaiveld blijft tot ja, zeg maar weer het begin van de winter. Dat ook. Ja, eind herfst, begin winter, zeg maar. Dus ongeveer een half jaar, iets ja, kan iets minder ja. Zijn, maar niet... Dus dat is ongeveer ook, denk ik, het natuurlijk regime, zeg maar, wat die systemen hadden. Ja. Oké, heel mooi. Dankjewel, Ralf, voor deze boeiende bijdrage. En dat betekent dat we doorgaan naar het volgende onderdeel in het programma. U heeft er dusver allemaal geluisterd en alle verhalen over u heen gekregen. U heeft vast ongetwijfeld ook af en toe opinies daarover en ook wel discussiestof. Daarom hebben we bedacht dat het aardig zou zijn om u even een 10 minuten met elkaar onderling in gesprek te laten gaan. Nou, dat is met 120 mensen een beetje moeilijk als we dat in één groep doen. Dus we willen dat in wat kleinere groepen doen, de breakout rooms noemen we dat. Dus ik ga u zometeen richting die breakout rooms leiden. Het gaat in een willekeurige samenstelling, dus u moet maar afwachten bij wie u terechtkomt. Maar de vraag is om daar over een aantal vragen in gesprek te gaan. Er zijn twee stellingen en die probeer ik nu in beeld in de chat te plaatsen. En die twee stellingen, de eerste luidt, Beekdalherstel moet letterlijk veel breder worden opgepakt om de KRW N2000 en NNN-doelen te halen. Ook als dit ten koste gaat van andere functies zoals landbouw, stadsuitbreiding of infrastructuur. Nou, met deze groene bubbel denk ik dat ik weet welke richting die opgaat. De tweede is, de Unie van Waterschappen heeft de ambitie geuit om 2000 hectare nieuw bos te creëren in Beekdalen. Dat is geen goed plan. Nou, dat is een mooie stelling om over in discussie te gaan. Ik laat het u eigenlijk vrij om te kijken of u gewoon over alles wat er is gezegd in gesprek gaat of deze de stellingen te gebruiken. Probeer een beetje te zorgen dat iedereen aan het woord komt en dan gaat het ongetwijfeld een goed gesprek worden. En we gaan dat doen tot ongeveer 5 à 4:10. En op dat moment krijgt u ook een seintje dat het met 1 minuut is afgelopen. Dus als u dat in de gaten houdt, dan kunt u dat zien en dat u weer terug wordt gehaald naar de grote kamer. Ik ga u nu proberen te geleiden naar de breakout rooms. Als het goed is, krijgt u een beeld dat u daar naartoe kunt gaan. En ik zie dat dat op gang gaat komen. Alleen mensen die in de browser werken, die kunnen daar een probleem mee hebben. Maar dat
ga ik vanuit dat er weinig zijn. Kom, dan zet geluid maar uit. Dag Rob. Hoi. Zit ik in een breakout room of zit ik nog in de algemene? Ja, dat is een hele goeie. Dat weet ik ook niet, want ik zit hier via Chrome. Oh, jullie zitten nog in de algemene. Ja, dat klopt. Ik weet niet zeker of ik jullie kan geleiden naar een van de kamers. Dat kan ik proberen. Ik werd er net even uitgegooid, dus ik moest even opnieuw weer toe. Ik had hetzelfde probleem, Suzanne. Stuur naar kamer C. Zeker dezelfde staatsbosbeheer laptop connectie. Zeker. Ik ga het proberen. En ik moet even kijken welke groepen wat leeg zijn. Dan Suzanne, als je het goed is, krijg je ook wat in beeld. Oh ja, dit is al gelukt. Als er nog meer mensen zijn die een duwtje nodig hebben, of moeten worden graag naar een kamer gaan, maar niet, waar het niet gelukt is, dan laat het even weten. Dan stuur ik jullie door. En anders dan is het ook goed. Geen melding. Oké, mag het geluid eruit.
You want to help? Help me. Rob, wij horen niks. Wij horen niks. Dan ga ik even naar de technicus kijken. Nu horen we wel wat. Dan is mijn hele verhaal van daarnet de mist ingegaan. Dat is nou ja. Toch zonde. Goed dat je er even waarschuwt, Rudy. Ik hoop dat u ondertussen een goed gesprek heeft gehad in de breakout rooms. En dat u daar dan wel over de stellingen of wel over andere inhoud hebt gesproken. Ongetwijfeld te maken met Beekdalvenen. Misschien bent u ook hele interessante mensen in de tussentijd tegengekomen. Dat kan ook aardig zijn van de breakout rooms. En voordat we doorgaan met de stellingen die al die in beeld zijn geweest in de chat. En waar u misschien even over heeft doorgesproken. Gaan we eerst nog een inhoudelijk verhaal doen. En dat komt bij Rudy van Dichelen aan. Vandaan, die mij net waarschuwde dat mijn geluid nog uitstond. Dus dank daarvoor, Rudy. Dan weet ik dat jouw microfoon dat in ieder geval doet. En je werkt als hoogleraar bij de onderzoeksgroep ecosysteembeheer van het departement biologie van ook de Universiteit van Antwerpen. Werkzaam aan natuurbescherming en vooral natuurherstel, met name van wetlands, serale ecosystemen. En hiervoor 20 jaar werkzaam geweest ook bij de Rijksuniversiteit Groningen. Dus al lange tijd met de thematiek bezig. En ik geef jou graag het woord voor de laatste inhoudelijke bijdrage over het integraal natuurherstel en van beekdalen en beken. En je presentatie gaat al aan, dus dat gaat helemaal goed komen. Nog naar vol scherm. En dan geef ik je graag het woord. Oké, dankjewel. En hallo allemaal die het nog zo lang hebben uitgehouden. De laatste in de rij, dat is natuurlijk altijd een beetje moeilijk, want alles wat er gezegd moet worden is al bijna gezegd. Maar gelukkig dat ik een soort samenvattend verhaal moet houden. Ik doe dat samen met Piet Verdonschot, maar om praktische redenen presenteer ik dat nu. We hebben het genoemd Beekdalen in beweging en het is een beetje een visieverhaal. Voordat ik naar de Beekdalen zelf toe ga, wil ik toch even een beetje een wat groter plaatje wil ik aan u laten zien. Waar wij in Nederland en Vlaanderen heel erg goed in zijn, is in natuurherstel op hele kleine schaal. Het voorbeeld wat Von Smolders bijvoorbeeld aanhaalde, was dat typisch zo'n voorbeeld van een broekbos. En dan zit daar een weilandje middenin en dan wordt er in het kader van een natuurherstel wordt daar een heide gemaakt. Ongetwijfeld een hele mooie heide. Maar het is allemaal piepklein en piepklein. Wel nu, er zijn mogelijkheden. Ongeveer een jaar geleden heeft de Verenigde Naties, de General Assembly, de Algemene Vergadering, heeft aangenomen dat het komende decennium, 2021 tot 2030, het decennium van de ecosystem restoration wordt. En daarop zijn allerlei landen allerlei landen hebben toen plannen gemaakt om ecosystemen te gaan herstellen. En recentelijk heeft het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving, om wel precies te zijn, kennelijk op 19 november 2020, een rapport uitgebracht om al die commitments eens op een rijtje te zetten. En daar komt uit dat op wereldschaal, dat wij met z'n allen van plan zijn om iets te herstellen ter grootte van China. Dat is nogal wat. Ik moet er wel bij zeggen dat de westelijke landen, Nederland en België in kluis, helemaal achter in de rij staan. Dat is misschien toch iets waar we nog eens even over na moeten denken. Een beetje pijnlijk, vind ik eerlijk gezegd. Maar goed, er gebeurt wat. Op Europese schaal gebeurt er ook wat. We hebben op dit moment een Europese commissie die
zich het doel gesteld heeft dat wij in 2050 een groen continent zijn, klimaatneutraal, en dat er in 2030 al heel veel stappen gemaakt moeten worden. Ze noemen dat de Green Deal. En daar wil ik even in detail op ingaan, want dat betekent voor ons ook heel veel kansen. Hier is een plaatje wat ik van de website van de EU heb. De plannen zijn om 30% van het grondoppervlak van de EU om te zetten in natuurgebied. Geen enkel land haalt dat bij benadering. Alle staten hebben zich daar nu al aan gecommitteerd. Nederland en België inclusief. Dit is dus vigerend beleid. Van die 30%, bij die 30% zit ongeveer 10% wat wilderness, wild gebied moet worden. Men werkt op dit moment aan een wet. Een bindend iets om gedegradeerde ecosystemen te herstellen. Die komt er waarschijnlijk over 2 tot 3 jaar. Wat ook vigerend beleid is, is dat tenminste 25.000 kilometer van de rivieren in de EU vrij moeten kunnen stromen. Met andere woorden, weer moeten kunnen meanderen. Beekdalen horen daar dus ook bij. Dit zijn allemaal mogelijkheden voor beekdalen. Dus als je het samenvat, 30% wordt natuurgebied. Bindende hersteldoelen. Maar de EU doet ook niet kinderachtig. Die heeft 8% van het EU-budget geoormerkt voor die hele Green Deal. Dat is uiteraard niet alleen natuurherstel. Er hoort van alles en nog wat bij. Maar wel 8%. Maar ik weet niet of u een beetje een idee heeft van de EU-begroting. Ik heb het niet, maar ik heb wel begrepen dat dat tegen het biljoen aan zit. Dus dat is een hele hoop geld. Er kan dus wat. Gaan we nu terug naar de beekdalen. Eerst eens even waar we het nu over hebben. Het interessante is, als je probeert met een geografisch informatiesysteem snel een overzicht te maken waar nu beekdalen zijn in Nederland en Vlaanderen, dan blijkt dat het bestaat niet. Dat kun je niet vinden. Er is niks op dit moment op de websites die daarvoor zijn, wat beekdalen aangeeft. Dus met wat hulpmiddelen moet je dan proberen dat in elkaar te doen. Nou, dat heb ik hier gedaan. Dat betekent dat de criteria niet helemaal hetzelfde zijn als in Nederland en in Vlaanderen. Het betekent ook dat het niet helemaal volledig is. Maar u krijgt wel een idee. Dit is ongeveer waar die beekdalen zijn in Nederland en in Vlaanderen. Er zijn er dus een heleboel. En ze staan vooral in de hogere delen. Camille heeft dat ook al aangegeven. Die beekdalen die leveren een heleboel diensten. Wij praten steeds over biodiversiteit, maar ze leveren ook nog een heleboel andere diensten. Na goed gebruik sinds de Millennium Ecosystem Assessment in 2000, wel bekend neem ik aan, wordt het vaak onderverdeeld in productiediensten, regulerende, culturele en ondersteunende diensten. Nou, het rijtje komt er nu meteen aan. Het zijn er een heleboel. Ik ga die niet allemaal voorlezen. Maar in blauw heb ik de diensten aangegeven die iets met waterregulatie te maken hebben. Waterkwantiteit en waterkwaliteit. In groen heb ik aangegeven wat met biodiversiteit en natuurbeleving te maken heeft. En in bruin heb ik aangegeven wat met klimaat en koolstofopslag te maken heeft. Dat zijn er dus een heleboel. Als je dit rijtje ziet, denk je van nou, poeh, daar moeten we zijn in die beekdalen. Dat zijn de gebieden die een heleboel ecosysteemdiensten leveren. En dan vooral die beekdalfenen. Niets is minder waar. Als je eens naar de venen kijkt op Europese schaal, dat kun je in dit boek vinden, Myers and Peatlands of Europe. Dat is een recent boek, een jaar of 3 oud ondertussen. Dan ziet u. Oh, nu gaat het even helemaal mis. Dan ziet u dat Europa ongeveer 650.000 vierkante kilometer veen heeft. Of misschien moet ik zeggen had. Dat is pak een beet 20 keer de landoppervlakte van Nederland. Daarvan is ongeveer de helft is beïnvloed, de andere helft is onbeïnvloed. En van dat beïnvloede deel is ook nog een flink deel domweg verdwenen. Nou, als je dan eens verder kijkt, en dat laat dit plaatje zien. Die venen zijn deels hoogvenen, deels
laagvenen, beekdalvenen zo u wilt. Die hoogvenen die zitten vooral in de noordelijke helft van Europa. Die laagvenen zitten meer in Centraal-Europa. Dat is niet helemaal zo, maar sterk genomen wel. Het kaartje op die achtergrond is een kaartje van het Europese Milieuagentschap. Dat laat de mate van menselijke beïnvloeding zien. Hoe groener, hoe minder, hoe roder, hoe meer. Nou, dan ziet u, als u nu kunt u één keer raden welk type venen het meest beïnvloed is. De hoogvenen of de laagvenen? Nou, dat zijn uiteraard de laagvenen. Lees de beekdalvenen. Als je naar dat soort beekdalvenen kijkt, en dit is dan een heel groot beekdalveen, maar het is er wel één. Die stoten gemiddeld ongeveer 30 tot 40 ton CO2 equivalenten. Dus methaan en CO2 en N2O bij elkaar gerekend, omgerekend alsof het CO2 zou zijn, per hectare per jaar uit. Elk jaar weer. Dat is het equivalent grofweg van 150.000 kilometer met een middenklasse auto. Kun je nog wat kilometertjes van rijden van het veen in landen als Nederland en Vlaanderen? Tenminste in termen van CO2. Wij hebben onszelf verplicht, het is geen keuze meer mensen, wij hebben onszelf verplicht om al die venen te vernatten. We hebben namelijk een verdrag van Parijs afgesloten, waarbij we afgesproken hebben dat we een nul-emissiescenario in 2050 hebben. Dat kan alleen maar als die allemaal nat gemaakt worden. Anders kan dat niet. Dan is de vraag, hoeveel moet je dat vernatten? Die kwam ook in de discussie voorbij. Nou, hier heb ik een plaatje, dat heb ik geleend van de collega's vanuit Greifswald in Duitsland. Daar zit een grote groep die veel aan venen werkt. En die houden onder andere een database bij van alle publicaties die verschenen zijn over broeikasgasemissies uit veengebieden, waarbij ook de waterstand bekend is. En als je dat doet, dan kun je dus een grafiek tekenen van bij welke waterstand hoeveel broeikasgas geëmitteerd wordt. En dan omrekenen een CO2-equivalent. Nou, dat is deze grafiek. Dat is dus niet een gebiedje. Dit is het gemiddelde wereldwijd op dit moment. Dan zie je dus de gebruikelijke landbouw. Zit je ergens hier, 80 tot 100 centimeter onder maaiveld. Nou, dan kom je op die 30, 40 ton CO2 per hectare per jaar uit, vanuit de bodem. Ga je nou naar de niet ontwaterde venen zitten, dan heb je typisch over 0 tot 20 centimeter ongeveer, dan heb je bijna niks. Je hebt er nog een beetje, dit is vanuit de bodem. Wat hier nog niet bij zit, is de hoeveelheid die de plant wordt vastgelegd. Dit is wat er uit de bodem vastkomt. Bij niet ontwaterde venen zit je dus op de negatieve. Ga je het nog verder vernatten, dan gaat het weer omhoog. Dan komt dat beroemde methaan, dat komt er dan uit. Die hoeveelheid is weliswaar veel kleiner dan bij CO2... Maar aangezien methaan een veel sterker broeikasgas is, als je het omrekent naar CO2, is dat toch nog behoorlijk. Overigens nog steeds beduidend minder dan wat er vanuit de landbouw wordt uitgestoten. We moeten dus vernatten. Nou, dat betekent in een beekdaal al die onderdelen, je kunt niet een perceel vernatten en de rest maar laten voor wat het is. Dat hangt allemaal met elkaar samen. Dat betekent dat je zo'n als je wilt vernatten, dan moet je integraal hydrologisch zo'n heel beekdal moet je herstellen. Dat betekent, je moet het water vasthouden, je moet het bergen en je moet het vertraagd, moet je het gaan afvoeren. Hier ziet u een plaatje uit de Drentse Aa waar men dat gedaan heeft. Dat betekent dus dat je zogenaamde diffuse afvuursystemen moet creëren. Dat wil zeggen, het water zo lang mogelijk vasthouden buiten het eigenlijke afvoersysteem. Je moet het vertraagd afvoeren. Links ziet u een plaatje, toevallig uit het gebied, maar dat is toeval, waar Fons het over had, althans er dicht tegenaan, waar je zowel de beekdalen ziet, als ook alle ontwateringsmiddelen die wij in de loop der eeuwen hebben aangelegd. Dit is dus niet diffuus. Als het regent, dan komt dat als een gek, stroomt het door al die sloten, kanalen en grachtjes naar die beken, en die voeren het weer af. Het plaatje rechts, waar al die sloten er wel uitgehaald zijn, met een gis, dus niet in het echt, is wel een diffuus systeem. Dan wordt het heel langzaam door het landschap afgegeven naar die beken. Dit plaatje hebben jullie al gezien. Dit is van de Drentse Aa. Daar heeft men dat gedaan. Al die blauwe sloten die zijn gedicht.
Er zijn, Camille vertelde ook al, er zijn nog een paar hoofdwatergangen over om het landbouwgebied te ontwateren, maar de rest is gedicht. En dat werkt. Hier ziet u het plaatje wat wij, of beter gezegd een student van ons, heeft gemeten met temperatuurprofielen. Daar kun je kwelfluxen uit afleiden. Dit is september 2015, in andere maanden is het anders. Maar je ziet, dit is het groene gebied daar rechtsboven. Je ziet dat het dichtstoppen van die sloten heeft geleid dat er hier een flinke kwelflux weer is teruggekomen. Dus dat werkt. Het betekent diffuus afvoersysteem. Het betekent ook vergroting van de berging en hermeandering. Dat doe je, in tegenstelling tot het diffuse afvoersysteem, wat vooral in de bovenloop moet gebeuren, misschien het begin van de middenloop, dat laatst, die berging en die hermeandering, dat doe je vooral in de midden- en de benedenloop. Want je wilt dit voorkomen. Dit is een plaatje uit Engeland, maar ook in Vlaanderen gaat er regelmatig zo her en der eens een beekdalletje onder water. En ook in Nederland, meen ik me nog te herinneren, kan ik me goed herinneren, dat Meppel regelmatig onder water ging, als het weer eens een keer geregend had. Nou, hier ziet je een plaatje. Piet Verdonschot heeft getekend, of misschien niet getekend, maar in ieder geval heeft uitgerekend, wat er gebeurt als je een berging, als je een steeds grotere berging in het dal creëert. Het zwarte is de afvoergolf na een flinke regenbui. En al die gestippelde lijnen, dat is de afvoergolf wanneer je berging erin doet. Terwijl deze, die het meest vlak is, de grootste berging is. Dus wat je dan doet, is dat je de piek, die vlakje af, dus de hoogte dat water komt, die vlakje af, overstromingskant wordt kleiner. Bovendien voel je het veel vertraagder af. Goed, we gaan het allemaal vernatten. Maar dan komt de vraag, die discussie zagen we ook al een beetje in de chat voorbij komen. Ja, wat is je streefbeeld dan eigenlijk? Wat wil je krijgen? Je kunt er een aantal hebben. Een streefbeeld kan zijn een natuurlijk beekdal. Dit is weer het beroemde Rospoeda, nu een beetje schuin opgenomen. Dit is een natuurlijk veen. Dat is boomloos. Dat is niet helemaal waar, het is grotendeels boomloos. Bomen staan uiteraard op het infiltratiegebied, langs de rand. Elzenbroeken langs de rand en op zandopduikingen in het veen. Op andere plekken staan geen bomen. Dit wordt niet beheerd of gemaaid. Dit blijft van nature open. Dit is honderden jaren ongeveer in deze vorm geweest. Wil je zo'n beekdal creëren, herstellen, dan heeft dat een aantal consequenties voor je ecosysteemdienst. De regulatie in de wateraanvoer en afvoer, het vasthouden van het water, is excellent. Perfect. Er is geen koolstofverlies in zo'n systeem. De koolstofopslag is behoorlijk groot. De biodiversiteit, Ralf liet het ook al zien, is groot. Het nadeel, maatschappelijke kant, je kunt het niet gebruiken. Het wordt hoogstens gebruikt door een paar jagers die daar een paar herten of elanden afschieten. En dat is het gewoon. Misschien een visser in die beek, maar dat is het dan gewoon. Een alternatief is dat je een half natuurlijk beekdal hebt. Zoals wij er heel veel hadden in Nederland en Vlaanderen, laten we zeggen, tot het midden van de vorige eeuw. Dotterbloemhooilanden, langs de flanken misschien blauwgraslanden, waarbij dat vaak in de winter overstroomd was, terwijl de zomers door de niet al te grote slootjes het water werd afgevoerd. De zomers zakte het water weg en werd het gebruikt. Dit zijn ook systemen met een hoge biodiversiteit, vaak natuurbeschermingsgebieden tegenwoordig. Regulatie wateraanvoer, weer hetzelfde, is goed. Koolstofverlies is wat minder. Er is, omdat je in de zomer, er wordt het wel degelijk gedraineerd, er is koolstofverlies uit zo'n systeem. Niet zo erg als moderne landbouwsystemen, maar er is koolstofverlies. Er is geen koolstofopslag. Dotterbloemen produceren geen veen. De biodiversiteit is hoog, bijzonder hoog. Het medegebruik is redelijk. Je kunt dit gebruiken. Het is misschien geen moderne landbouw, maar je kunt het wel degelijk gebruiken. Een derde streefbeeld wat je kunt hebben is een beekdal met aangepaste landbouw, natte landbouw. Daar wordt op dit moment driftig mee geëxperimenteerd, met name in Duitsland, Polen en Engeland en een beetje in Nederland. Wat je dan doet
is je vernattert, je hebt speciale apparatuur om toch nog te kunnen oogsten uit zo'n gebied. Je kunt bijvoorbeeld, zoals hier in dit geval, gras en riet oogsten om brandstofpellets van te persen. Er zijn proeven waarbij lisdodders gekweekt worden om isolatieplaten van te maken. Doen ze perfect. Er zijn proeven om veenmossen te creëren, om veenmossen te kweken, om in de tuinbouw te gebruiken, et cetera, et cetera. Dat is op dit moment in opkomst. Hetzelfde verhaal over de wateraanvoer. Dus eigenlijk maken die opties niks uit qua regulatie van wateraanvoer. Hier is geen koolstofverlies. Hier is vermoedelijk wel sprake van koolstofopslag. Ik wil meteen ook even gebruik maken om een vraag in de chat te beantwoorden, waar gesteld wordt, ja, maar als je maait, dan heb je toch minder biomassa voor veenvorming. Nee, dat is niet zo. De veenvorming gebeurt vooral door ondergrondse biomassa. De bovengrondse biomassa draagt nauwelijks bij aan veenvorming. Hoogstens mossen, maar zeker hogere planten niet. Dus hier is vermoedelijk sprake van veenvorming. Biodiversiteit is niet zo hoog. Maar het medegebruik is wel erg hoog, waardoor het maatschappelijk draagvlak groot is. Wat het echter allemaal wel betekent, zijn twee dingen. Ten eerste is, je hebt ruimte nodig. Dit kun je niet op een kleine hectare doen, of op een klein veldje. Dat kan niet. Je hebt ruimte nodig. Het tweede is, je water moet schoon zijn. Als je belast water hebt, Camille heeft het al genoemd bijvoorbeeld, Fons heeft het ook genoemd, dan verlies je heel veel van die ecosysteemdienst die je juist probeert te herstellen. Uiteraard gaat het dan niet om plastic zakken, hoewel dat ook niet mooi is, maar het gaat dan vooral om voedingsstoffen in grond- en oppervlaktewater. Maar ja, dat kun je niet laten zien, vandaar dat ik dit plaatje gekozen heb. Dan kom je op het punt, als je zegt, we gaan die dingen vernatten, we hebben een aantal opties, hoe ga je dat prioriteren? Nou, daar hebben we lang over nagedacht. Maar wij komen er toch op uit dat als je de mogelijkheid hebt om te gaan voor een natuurlijk systeem, dat de hoogste prioriteit moet hebben. Waarom? Wel, de eisen die gesteld worden, die zijn toch wel zo stringent, met name over stabiliteit van de hydrologie, dus waterstanden, en over de schoonheid van het grondwater, dat vermoedelijk sowieso maar op een relatief, althans op dit moment, op een relatief beperkt aantal plekken kan. Dus heb je die mogelijkheid in een bepaald gebied, dan vinden wij dat de hoogste prioriteit moet krijgen. De eisen die gesteld worden door halfnatuurlijke landschappen zijn iets lager, die zijn nog steeds hoog. Die willen nog steeds schoon grondwater, enzovoort, enzovoort, maar ze zijn toch iets lager. Dus dat zou een tweede prioriteit hebben. En tenslotte, die natte landbouw, de eisen die gesteld worden zijn beduidend lager. Dat kun je ook nog wel met licht aangereikt grond- en oppervlaktewater kun je dus doen. Dat zou op de plekken moeten kunnen gebeuren waar die andere twee opties niet meer mogelijk zijn. Je kunt ook voor een heel andere inrichting kun je kiezen, dan kun je dat je voor zonering gaat. Feitelijk is dat vooral gericht om de beek op orde te houden. Dat je zegt van vlak langs de beek hebben we een aantal zones die niet of nauwelijks gebruikt worden, waar niet of nauwelijks nutriënten terechtkomen. En naarmate je verder van die beek afkomt, mag het intensiever gebruikt worden. Het gevolg is dat je dus een grote buffer rond die beek hebt, als het ware. Dan doe je meestal niet aan koolstofopslag. Wat je wel doet, is aan een schoon grond- en oppervlaktewater. Dus kaderrichtlijn waterdoelen, die haal je wel met zo'n soort inrichting. En tenslotte, dan ga je voor een natuurlijk beekdal, op die plekken waar dat zou kunnen, een natuurinrichting. De discussie die je dan zult zien, en daarom was ook een van die stellingen, ging ook even stelling daarover. Ga je voor een open beekdal, zoals linksonder, met een aantal karakteristieke veenvormende plantensoorten, al dan niet in ijzerrijke omstandigheden, of ga je eerder voor een broekbos? We hebben net al aangegeven in meerdere presentaties dat in die natuurlijke beekdal, zoals de Raspoeder daar rechts,
het grote deel van het Beekdal is feitelijk open. De meeste veenvorming is open, is niet in het Broekbos. Maar het vergt wel een heleboel randvoorwaarden. Fonds heeft aangegeven dat je ook voor een broekbos schoon grondwater nodig hebt. Maar het punt met een broekbos is van onze venen zijn ingeklonken. Als je niks doet, als je geen beheer doet, dan zal het allemaal in het broekbos doorschieten. Op zich is dat, denken wij, niet een heel groot probleem. Mits je het ziet als een eerste stap naar zo'n open landschap. Althans, wanneer je dat niet overal gaat doen. Er ligt wel één heel groot gevaar, adder onder het gras. En dat is het hele CO2 gebeuren. Wat ik om mij heen in toenemende mate zie gebeuren, is dat er allerlei bestuurders denken van, oh, maar dan kunnen we twee vliegen in één klap slaan. Of misschien wel drie vliegen in één klap. We vernatten. We planten daar bomen op. Met dat vernatten zorgen we dat er geen CO2 uit de bodem ontsnapt. We zetten de bomen op. Daarmee leggen we CO2 vast. En we doen ook nog een houtproductie. Want dat is in veel landen, in veel westelijke landen, is dat ook een probleem. Wat je dan in de praktijk ziet gebeuren, is dat er een doel van houtproductie opgelegd wordt. Dan wordt er bos aangelegd. Al heel gauw merkt degene, de boseigenaar, die merkt dan, ja, die elzen die groeien veel harder als je 20 centimeter dieper gaat ontwateren. Wisten onze voorvaderen ook al, de beroemde rabatten. Een andere die merkt van, ja, er staat wel dat je bos moet aanleggen, maar er staat niet precies hoe je bos moet aanleggen. Dat kan ook nauwelijks in een beleidsdocument. En die gaat de populieren zetten. Graaf je het nog een beetje, ontwater ik nog een beetje dieper, want die populieren leggen ten eerste veel meer CO2 vast dan die langzaam groeiende elzen. Maar helaas moet je dan ook dieper gaan ontwateren. Nou, daar ben je dus het paard achter de wagen aan het spannen. Dat is een groot gevaar. Dus elzenbroekbossen, ja, dat kan wel, mits je het water aan maaiveld staat. Maak je dan ook niet te veel illusies over de hoeveelheid CO2 die vastgelegd worden. Bossen leggen CO2 vast, ja. Maar elzenbossen leggen meer CO2 vast als je 30 centimeter ontwatert. Helaas komt er dan ook een heleboel CO2 uit de bodem vrij. Kortom, komen we tot de conclusies. Wij zijn van mening dat vanuit klimaatoogpunt alle gedraineerde beekdalen dienen te worden vernat en voorzien van bufferzones om te voorkomen dat er nutriënten vanuit de gebieden aan de rand, de landbouwgebieden aan de rand, naar binnen stromen. Dat impliceert dat je hydrologie en hydrochemie op landschapsschaal moet herstellen, niet op perceelschaal. Het betekent ook dat je bestaande hoge biodiversiteit, die moet je wel beschermen. Dat kan ook betekenen dat je een blauw grasland niet in bos laat omschieten. Die moet je beschermen en versterken. Tegelijkertijd, als je een natuurlijk beekdal weer wilt herstellen, dan moet je naar stikstof- en fosfararme plekken gaan. Je kunt gaan plaggen, dat heeft Fons al genoemd. Je kunt ook op sommige plekken, op plekken waar het veen al verdwenen is, simpelweg op de minerale grond weer proberen een systeem te herstellen. Willem-Jan heeft al aangegeven dat het bij voorkeur niet zo ijzerrijk moet zijn. Niet dat er onder ijzerrijke omstandigheden niet een veen zou kunnen plaatsvinden. Het is alleen een stuk moeilijker. En tenslotte, vanwege de randvoorwaarden, de vereiste randvoorwaarden, zou je de volgende prioriteit moeten aanhouden, functietoewijzing. Hoogste prioriteit natuurlijk systeem, tweede prioriteit half natuurlijk en derde prioriteit natte landbouw met bufferzones. Dank u wel. Heel mooi. Dankjewel Rudy voor deze afsluitende inleiding. Ik beluister eigenlijk een heel optimistisch geluid in die zin. Je begint met de Europese Green Deal en vanuit de inhoud daarvan
die er voor natuur erg gunstig uitziet, bouw je eigenlijk een redelijk offensief verhaal op, in de zin van, wij hebben het vanuit dat programma het volste recht om te zeggen, die beekdalen moeten gewoon vernat worden, er moet meer ruimte komen voor biodiversiteit. Beluister ik dat ook zo, dat je denkt van, ja, dat gaan we, die kant gaan we op en dat gaat ook gebeuren, of, want tegelijkertijd is het wel heel moeilijk om land van functie te doen veranderen. Dus zo makkelijk is het ook allemaal niet. Hoe kijk je daarnaar? Ik kan even min als jij kan ik in de toekomst kijken natuurlijk. Ik denk dat mijn bericht tweeledig is. Het eerste is, er zijn kansen op dit moment. En naarmate de natuurbescherming beter op zijn hoede is, kunnen ze meer voor elkaar krijgen. Dat is één ding. Het tweede is, ik denk inderdaad ook dat er... Laat je niet afleiden door de poll. Ga door. Nee, ik wou zeggen, ik krijg nu een poll. Wil je wat van mij? Ik vraag het de deelnemers om... deze sluit hierbij aan, dus dan kan iedereen meteen op reageren. Nee, we gaan prima, vooral door. Nee, prima. Ik denk ten tweede ook, als ik om me heen kijk, ja, als je naar de kleur van mijn haar kijkt, kun je zien dat ik geen 15 meer ben. Ik heb de slechte tijd meegemaakt. Ik heb ook de weg omhoog, zie ik toch wel gebeuren. Dus de stapjes zijn misschien klein, maar ik denk, ik zie ook de stapjes steeds groter worden. En ik zie ook, net als in het verhaal van Fons, natuurlijk kan ik daarover over klagen, over dat ene kleine heitje, maar het is er dan wel. Het was in de jaren 70 niet, het is er nu wel. Nou, ik zie in toenemende mate, zie ik toch ook de bereidwilligheid, zelfs ook bij landbouwers, om functies te veranderen in beektalen. Dus ik zie wel een positieve weg en ik zeg, er is een mogelijkheid. Op dit moment is er een ongekende kans. Nogmaals, er gaan honderden miljarden om in de Green Deal. Het idee is om daar iets mee te doen qua natuur. Wel, de mogelijkheid is er, mensen. Pak die mogelijkheid. Ja, dus dat is positief. Die Green Deal die biedt goede kansen om daar op aan te haken. En hoe kunnen we dat in Nederland voor elkaar krijgen? Want ook het ministerie van LNV is nog niet altijd het meest vooruitstrevende. Moet daar een flinke lobbykracht op worden gezet om het ministerie in de goede kant te doen bewegen? Ik denk dat dat een hele goede zaak zou zijn. Ik heb me er altijd over verbaasd. Nederland is een van de landen, na Engeland waarschijnlijk het tweede land in Europa, dat een hele grote natuurbeschermingsachterban heeft. Ik meen dat natuurbeschermingen 800.000 leden of zoiets heeft. Toch is de politieke kracht daarvan maar relatief klein. Ik heb me er altijd over verbaasd. Daarom mijn oproep. Jongens, doe daar wat aan. Realiseer je wel, de Green Deal, anderen zitten ook niet stil. Er was dit voorjaar een meeting in Brussel over mogelijkheden van de Green Deal om bossen weer aan te leggen. De zaal zit vol met houtvesters. Er zitten verbijsterend weinig natuurbeschermers. Dat moet dus niet gebeuren, zulke dingen. Wij moeten veel actiever zijn als mensen die zich bezighouden met natuurbescherming. De natuurbeschermers zitten te veel in het veld en te weinig in de vergaderkamers, begrijp ik. Ja, ik denk het wel. In ieder geval zijn veel mensen het mee eens dat het nodig is om beekdalherstel echt veel breder aan te pakken. Eigenlijk sluit het aan bij jouw verhaal ook dat, dat je naar het hele beekdal moet kijken. En dat kan inderdaad ten koste gaan van bepaalde functies. Nou, dat zit eigenlijk ook verweven in je verhaal met vanuit de Green Deal 30% natuur. Dus dat daar verbaast me ook niet dat iedereen het daar wel zich in kan vinden. Ik kijk ook even, we hebben nog beperkt tijd, maar ik wil u ook in de gelegenheid brengen als u op een gesprek wil aanhaken of zelf nog vragen wilt inbrengen, dan aarzel niet om nog even de kans te grijpen en dan mengt u zich gewoon in de discussie door de microfoon aan te zetten. En ik ga ondertussen, want we hebben die andere poll natuurlijk ook nog, discussievraag nog in de groepen besproken. Dus die ga ik in ieder geval ook nog even in beeld brengen.
De Unie van Waterschap heeft de ambitie geuit om 2000 hectare nieuw bos te creëren in Beekdalen. Eigenlijk, daar heb ik eigenlijk nog wel een vraag bij aan Rudy ook. Want ik begrijp dat je na het verhaal van Fons Smolders was ik niet heel erg optimistisch over het Broekbos. Gaat het wel wat worden? En ik hoor jou eigenlijk zeggen van nou, dat is toch een goede stap. En dat moet je toch, je kan het sowieso op gang laten komen. Het kan ook een stap zijn, eerste stap zijn op weg naar een open landschap. Dan moet je het dus ook weer gaan verwijderen. Maar je zegt er wel bij, laten we dan zorgen dat het niet allemaal voor houtproductie wordt ingezet. Hoe zie je, ben je fan van Broekbos en laten we, moeten we dat vooral proberen toch op gang te laten komen en tot een succes te laten worden? Nee, ik ben geen fan van broekbossen. Of dan niet speciaal. Ik vind broekbossen ook best leuk. Daar gaat het niet om. Maar... Gelukkig. Geen discriminatie. Nee. Maar ik denk dat het een eerste stap is in herstel van zo'n open veen. Je moet ook realistisch zijn. In landen als Nederland en Vlaanderen is de hydrologie die is zo ongelooflijk onderuit gehaald. Dat het heel moeilijk is. Alleen maar op enkele speciale, of enkele, maar op een beperkt aantal speciale plekken. De Drentsche Aa is daar dan zo'n voorbeeld van waar genoeg kwel zit. Daar kun je wellicht wel snel een goede veenontwikkeling krijgen. Op heel veel andere plekken is het veen zo compact dat het door indroging gedurende decennia, dat het nauwelijks mogelijk is om daar nu, zonder al te gigantische ingrepen, om daar weer nieuw veen terug te krijgen. Dus dan is een tussenstadium, is dat Els en Broekbos. Zo zijn de meeste venen, kun je ook zien, wij hebben, ik weet niet hoeveel van die venen hebben uitgeboord in de loop der tijden. Ze zijn bijna altijd begonnen vanuit een bos. Meestal een Elsenbos, het kan ook een Berkenbos zijn, het kan zelfs een Dennenbos zijn. Die komen ook wel degelijk op natte plekken voor. Maar ze zijn bijna altijd begonnen vanuit een bos. Het punt alleen is dat bos dat produceert legt relatief weinig koolstof vast. Zo'n veen legt meer koolstof vast. Dus op plekken waar dat kan, zou je voor een open veen moeten gaan. Op plekken waar dat niet kan, moet je het als een tussenstadium zien. En het tussenstadium, dat is wel zo wat Willem-Jan ook al zei. Ik zal dat niet meemaken, dat een open veen wordt. En jij ook niet. Waarschijnlijk niemand in de zaal, maar ik weet niet hoe oud ze allemaal zijn. Maar dat is een zaak van lange adem. Ja, nou, dat hoeft niet het criterium te zijn dat wij dan gaan meemaken als het maar de goede kant op gaat allemaal. Precies. Ik lees in de resultaten van de polder dat in de stelling wordt gezegd van die eindigt met dat is geen goed plan. En ik lees de meerderheid is het daar toch, het is wel een beetje 50-50, maar de grootste groep zegt oneens. Dus die ziet toch ook wel kansen en voordelen in het bos. Maar ja, er zitten allerlei nuances zoals we net ook al hebben besproken. Dus dat is... daar kan je nog veel verschillende kanten mee op. Ik kijk nog even naar Tim of er nog vragen in de chat zijn rondgegaan ook die, of misschien wel stellingen of meningen. U mag natuurlijk ook nog aanbevelingen doen aan het deskundige team in de zin van voor de komende 10 jaar willen wij, zie ik graag onderzoek in die en die richting of in daar en daar zou meer onderzoek nou kunnen komen. Dus ook die aanbevelingen kunt u in de chat achterlaten. Tim, zijn er nog... punten aangesneden in de chat die we hier nog even aan de orde moeten laten komen. En dat gaat in de laatste paar minuten gebeuren, want ik zie ondertussen dat het 4:15 is. Dus, ja. En ik wil er zijn nu... geen specifieke vragen gesteld. Er is in de kantlijn wel vooral de positieve sfeer wordt ondersteund. Hè, van er zijn inderdaad heel veel kansen. Er is hartstikke veel geld. Ook in het nieuwe programma van de Nederlandse overheid liggen kansen om die bufferzones te combineren met aangepaste landbouwpraktijken. Dus daar zijn er veel positieve dingen. De beheerders rondom het Dwingelde Veld hebben een onderrondje gehad over hoe het met de Beekdalen daar toch moet. Ook interessant. Leuk om eens naar te kijken volgens mij. Maar niet voor nu op dit moment speciale vragen. Tenzij er... Ik hoor dat de volgende veldwerkplaats zal daar gaan gebeuren, in Dwingelde Veld. Mag ik een opmerking maken? Ja, vanzelfsprekend. Ik zie hier een heel grappige, dat is het voordeel of nadeel als je ouder bent. Meppel was vooral in 2000 sprake van wateroverlast. Ja, nu komen we dus weer van opa verteld. Meppel was vooral sprake van wateroverlast in de jaren 50, 60 en begin jaren 70. Daarna hebben ze een gigantisch groot kanaal gegraven, dat heet de Hogeveense Vaart, als ik me goed herinner, om dat tegen te gaan. Maar in Meppel was altijd sprake van wateroverlast. En er kwamen 3 beken samen. En in de 50 en 60 jaar heeft men die beken allemaal mooie dijkjes omheen gelegd. Dus als het een keer had regenen, dan kwam al het water in Meppel en ging Meppel onder water.
Dat waren nog mooie tijden. Maar toen konden we ook nog heel veel schaatsen. Ik heb daar in de buurt redelijk veel geschaatst. Dus dat was in die tijd ook makkelijker mogelijk. Maar, ik kom bij Ik denk dat... Sorry? De... Oké. Ik zag nog iemand bij de komen. Tussen wij. Ja. Nou, anders, als er, want we gaan niet te veel meer herinneringen ophalen aan Meppel, stel ik voor. We hebben kwart over vier ook bereikt. Ik ben gewend om de eindtijd ook altijd aan te houden. Ik denk dat er heel veel over inhoud over tafel is gegaan. En de bevindingen waren misschien niet altijd even positief. Maar het eindverhaal was zeker wel positief. In de zin, er ligt een goede kans. En ik begrijp dat het ook in de chat is rondgegaan. Dus laten we die stemming vooral vasthouden. En eraan werken dat er wel de goede kwaliteit broekborsten komen. Dat er meer ruimte komt voor de kleine fauna, waar Ralf Donschot het over heeft gehad, et cetera. En dat we daar nog veel nieuwe plekken gaan proberen te realiseren. Ik wil alle sprekers hartelijk danken voor hun bijdrage, een boeiende verhaal en goed voorbereide presentaties. Dus dat is allemaal prima gelopen. Ik wil u bedanken voor uw aanwezigheid. Meer dan 100 mensen zag ik in de ooghoek. Dus dat is en ook lang zo op een hoog aantal gebleven. Dus dat is een gunstig teken. Bedankt voor uw bijdrage in de chat ook. En ik hoop u graag een volgende keer te zien. Als u nog opmerkingen heeft voor de chat, dan kunt u ze nu nog plaatsen. En wij gaan ondertussen deze middag afsluiten hiermee. Dank u wel. Graag tot de volgende keer.